Ja, ik blaas terug. Hoi. Thank you.
Graag. Met een kluit. Ja, dat was Kika Spranners op saxofoon en Thijs Semij op gitaar. Dank jullie wel. Je moet altijd bij de kunst beginnen in dit soort situaties. Welkom allemaal, hier in de zaal, maar ook thuis aan de keukentafel, in je werkruimte, op een bankje in het park, waar je ook bent als je hiernaar kijkt. Welkom bij Kunst 92 en in samenwerking met de Academie van Kunsten. Op het symposium met de veelzijdige titel Kiezen voor kunstenaars. Want hoe staat het met de vrije ruimte van de kunst? Wat heeft 30 jaar renemensdenken gedaan met de culturele en creatieve sector? Is er nog wel sprake van zo'n rijke humuslagen waarop de kunsten kunnen groeien en bloeien? En hoe is het eigenlijk gesteld met ons makersklimaat? Wat kunnen de culturele en creatieve sector betekenen voor een samenleving die staat voor grote uitdagingen en opgaven? Vandaag onderzoeken we de ruimte van de kunstenaars. De ruimte die ze nodig hebben en de ruimte die ze kunnen bieden voor nieuwe perspectieven, nieuwe vragen en andere verbindingen met de wereld. Even kijken. We dragen deze middag op aan jou, Marianne. Marianne Versteeg, sinds 1993 algemeen secretaris van Kunst 92. En je bent dit jaar met pensioen. We kijken 30 jaar terug naar 1993, toen jij begon. Maar we kijken ook 30 jaar vooruit, naar het jaar 2053. Want ja, het is onontkoombaar. We leven in een tijdperk waarin van ons wordt gevraagd om massaal van richting te veranderen. Het gaat om grote maatschappelijke transities. Onze relatie met de natuur, onze verslaving aan consumptie en fossiele brandstoffen, de roep om ongelijkheid te bestrijden en te strijden voor klimaatrechtvaardigheid. De vraag hoe we als samenleving de toekomst kunnen borgen voor volgende generaties. Onze analyse is dat we de culturele en de creatieve sector daarbij hard nodig hebben. Want kunstenaars zijn immers meesters in verandering. Ze brengen ons creativiteit, verbeeldingskracht, inlevingsvermogen, kritisch potentieel en experimenteerlust. Kunstenaars zijn niet bang om gaten te schieten in het systeem. Vroeger niet en nu niet. De laatste tijd heb ik me verdiept in het werk van de Duitse socioloog en filosoof Hartmut Rosa. Hij heeft een aantal verhelderende boeken geschreven over het rendementsdenken, de cultus van maakbaarheid en de versnellingsdynamiek die onze tijd kenmerkt. Vroeger, zegt hij, hadden we heel weinig ruimte, maar heel veel tijd. Nu is het andersom. We hebben heel veel ruimte, we kunnen overal naartoe, maar we hebben geen tijd meer. Nu geldt alleen nog het dictaat van het heden. Het verleden geldt niet meer en de toekomst nog niet. Hij citeert de Duitse filosoof Herman Lübbe en die noemt dat het krimpende heden. Het krimpende heden is alles weggedrukt in een korset van controleerbaarheid, beheersbaarheid, voorspelbaarheid, beschikbaarheid. De lucht is eruit. Hartmut Rosa zegt, maak die ruimte, maak weer ruimte. En dat betekent laat toe oncontroleerbaarheid, onbeheersbaarheid, onvoorspelbaarheid, onbeschikbaarheid. Hij pleit voor resonantie. Bieden de kunsten ons die broodnodige ruimte voor resonantie? Ja, toch? Maar biedt de samenleving voldoende ruimte aan de kunst om resonant te zijn? Na 30 jaar rennen in de richting van een almaar krimpend heden? Er is geen tijd, hoor je dan, geen geld. Helaas, we zien geen mogelijkheden. Maar steeds luider klinkt die roep om het resonante potentieel van de kunstenaars juist in te zetten bij die grote veranderingsvraagstukken. Welke rol kunnen ze hierin vervullen? En wat betekent dat voor hun artistieke vrijheid? Over deze en andere vragen gaan we het vanmiddag hebben. We beginnen met Lisbeth Bik en Marleen Stikker. Lisbeth is beeldend kunstenaar. Sinds 1995 vormt ze met Jos van der Pol het collectief Bik van der Pol. Zij zien kunst als instrument voor verkenning en reflectie op sociale en politieke veranderingen in een constant veranderend landschap. Ze werken aan vele projecten in binnen- en buitenland, pionierden waar het maar kon en stelden hun werk tentoon op biennales en op meer hybride plekken, waarbij ze zich altijd rekenschap gaven van hun rol in het publieke domein. Sinds 2 jaar is Lisbeth voorzitter van de Academie van Kunsten, onderdeel van de KNAW. Marleen Stikker,
is het toonbeeld van stabiele vernieuwing. In 1993 richtte zij het inmiddels legendarische internetplatform De Digitale Stad op. En in 1994 volgde, samen met Carolien Nevian, De Waag. Dat zich tegenwoordig een Future Lab noemt. Zoals ze over Leonardo da Vinci en Einstein wel eens zeggen dat het kunstenaars en wetenschappers waren die in hun tijd de toekomst opnieuw uitvonden, zo zou je dat ook best voor Marleen kunnen zeggen. Na 30 jaar toekomstonderzoek is De Waag uitgegroeid tot een leidend Europees instituut voor technologie, maatschappij en burgerschap. Natuurlijk behelst dat veel meer dan een open internet. Als zomergast, denker en inspirator laat Marleen als geen ander zien hoe cultuur, creativiteit en experimenteerdrift kunnen bijdragen aan nieuwe ideeën en nieuwe handelingsperspectieven. Daar gaan we zo dadelijk meer over horen, maar eerst geef ik heel graag het woord aan Liesbeth Bik. Liesbeth. Dankjewel. Goedemiddag. Nou, ik ben al geïntroduceerd, dus ik hoef niet meer te zeggen dat ik kunstenaar ben en voorzitter. Ik ben heel blij dat we hier vanmiddag dit symposium hebben, maar vooral dat het Marianne Versteeg is die ons allemaal bij elkaar brengt. In de aankondiging van deze meeting vanmiddag lezen we de hamvragen van dit symposium. Hoe staat het met de vrije ruimte voor de kunst? Wat is de rol van de kunsten met het oog op de toekomst? Waar staan we nu en waarom zijn deze vragen zo belangrijk? In Hold Everything Dear, een boek dat ik kocht vanwege de titel, vraagt John Berker zich af wat de relatie is van het verleden met wat nog niet is gebeurd, de toekomst. Waar engageren onze voorouders zich mee? En hoe gaan we om met wat ooit dierbaar was? Gunay Uslu hekelde in haar Huizinga-lezing onze verwrongen relatie met cultuur. Onze terughoudendheid waarmee we de kunsten de liefde onthouden die haar toekomt, terwijl die onze samenleving maken. Ze vroeg zich af hoe we de permanente aandacht kunnen creëren om te voorkomen dat de liefde uitdooft. Ja, we moeten het over de liefde hebben. En over haar tegenhanger, onverschilligheid en verwaarlozing. Want anders, waarschuwt Uslu, verliest alles zijn waarde. Permanente reflectie, aandacht en zorg is nodig zodat de liefde niet uitdooft. Een museum of theater doet dat. Zij brengt objecten, plaatsen, mensen en verhalen bij elkaar om ze te laten resoneren. Weer dat woord. Met elkaar vormen zij steeds veranderende perspectieven en meerstemmigheid. Tegen de versimpeling in, boeiend, bruisend, lelijk, mooi, pijnlijk, vol tegenspraken en ingewikkeldheden. Omdat dat de samenleving weerspiegelt. De oprichting van de Academie van Kunst in 2014 is niet een toevallig gekozen jaar. Zij is uit crisis geboren na de bezuinigingen van 2011... die de culturele en creatieve sector in ons land diep raakte en dat eigenlijk nog steeds doen. Die ingrepen hadden niet alleen financiële consequenties, ze zijn nooit helemaal gecorrigeerd, zoals het recente rapport In de Schijnwerpers van Berenschot laat zien. Maar ook en vooral hadden zij grote impact op de manier waarop we over kunst praten, in de media, in de sector zelf en in de samenleving als geheel. Kunsten zijn niet langer een vanzelfsprekendheid in onze samenleving, lijkt het. Dat is niet zonder risico, want verhalen die door verwaarlozing of onverschilligheid niet gehoord worden, verdwijnen uit het zicht. Dan denken we niets meer dan onszelf nodig te hebben. Waar vinden we elkaar dan nog? Hoe reflecteren we dan nog op onze spraakverwarringen en meerstemmigheid? Wat kan kunst doen? Oké, kunst activeert situaties, dialoog, relaties en misschien de politiek. Kan de lacunes en blindheden blootleggen die onze institutionele systemen zijn ontstaan en moeten worden geanalyseerd en mogelijk doorbroken. Creëert veranderingen, verhalen en beweegt zich tussen micro en macro. Of kunst maatschappelijk relevant is, is voor mij geen vraag. Dat is het. Het verhoudt zich met haar publiek, met mensen, met de wereld. Het is een wonder, maar het verricht geen wonderen. Dat moeten we zelf doen. We zien dat de roep om een fundamentele, systematische revolutie, en Meta zei het al, steeds luider wordt. Transformatie in ons denken en handelen is onvermijdelijk en het is onmogelijk om de rol en betekenis van de kunst en wetenschap in dit proces te onderschatten. We moeten af van onze huidige systemen van economische groei die ecosystemen vernietigen.
We moeten eco begrijpen in zijn oorspronkelijke betekenis als milieu, wat betekent ons huis. Wat gebeurt er met ons huis? Ernstige crisis beïnvloeden samenleving en levens, en de huidige strijd over definities en opvattingen van democratie is symptomatisch voor de dramatische veranderingen in het karakter van het openbare leven. Dit is generatieoverschrijdend tot diep in de toekomst van de nog niet levende. Wij koloniseren die toekomst. Daarom moeten we ons serieus bezighouden met de dringende, onvermijdelijke, noodzakelijke transitie. Wat zich nu opdringt, permanent, wereldwijd, werd een aantal jaar geleden niet zoals urgent ervaren. Ook al voorspelden diverse onderzoeken al sinds de jaren 60-70 dat we op planetaire schaal uit de bocht zouden vliegen. Daar luisterden we niet naar. We bevinden ons nu midden in de consequenties. Een onzalige combinatie van groeiende wereldbevolking, een verlies van vruchtbare grond en schoon water en de niet ophoudende vraag naar meer. Meer woningen, meer industrie, meer wegen, meer landbouw, meer energie, meer groei. We zijn terechtgekomen in een immer accelererende loop. Onze common ground zakt letterlijk in letterlijke en filosofische zin onder onze voeten weg. Hoe komen we hieruit? Om effectiever te zijn, moeten we verhalen ook affectief vertellen. Op oude voet verder is geen optie. Zeggen dat kunst en wetenschap elk binnen hun eigen domein moeten opereren evenmin. Dat negeert de rol die de verbeelding speelt in hoe we de werkelijkheid begrijpen. We hebben nieuwe culturele technieken nodig om bestaande kennis tegen zichzelf te keren. Om ons vermogen om dingen anders te zien, te horen, te voelen en te beïnvloeden. Uiteindelijk zullen we als samenleving collectief een verhaal moeten creëren dat hier en nu en in de toekomst is. Een model, met andere woorden, om vooruit te komen. Dat ons helpt ons voor te stellen hoe we samenleven in een ontwrichte wereld. In november 2022 bracht de Academie van Kunst en de Jonge Academie gezamenlijk een briefadvies uit aan minister Dijkgraaf, waarin ze pleiten voor een landelijk fonds voor experimenteel onderzoek op het snijvlak van kunst en wetenschap. De academici zien dat transdisciplinariteit een steeds grotere rol speelt in zowel het onderwijs als in de professionele praktijk, terwijl de samenleving onvoldoende ruimte biedt om dit goed te realiseren. Zulke aanvragen belanden tussen wal en schip. We zien dat eigenlijk ook in de weg die het advies aflegt. Gericht aan Dijkgraaf ligt het advies nu bij Uslu. Maar in mijn ogen moet dit advies interdepartementaal gedragen worden, omdat die vrije ruimte ertoe doet. Afgezien nog van de budgettaire krapte bij cultuur, tekent dit wellicht juist het ongemak met het advies, of misschien wel de desinteresse, dat het oproept tot een erkenning van het belang van kunst- en wetenschapsonderzoek als testgrond voor een andere manier van ontwikkelen van denken en doelkracht, naar een ander model van verandering. Een model van growing together. Dus vrije ruimte waar feiten en verbeelding elkaar ontmoeten, op gelijke grond, gedragen door de C, de W en de O samen. Filosoof en schrijver Alfred Korzybski, bekend geworden door het idee dat de kaart niet het gebied is, niet het territorium is, benadrukte dat de mens in twee werelden leeft. In de wereld van taal en symbolen en in de werkelijke wereld. Hij observeerde dat het menselijk verstand alleen in staat is te reageren op de gevormde landkaart en het aanwezige gebied in het extreme geval volledig vergeet. Zo bezien verandert de smartphone en artificial intelligence onze emotionele oriëntatie en relatie met de wereld. En dit is een cruciale verschuiving. Je leeft in de eerste plaats in de mooie kaart in plaats van in het verwoeste gebied. Ik roep op om de deuren te openen en met elkaar de culturele technieken uit te vinden waarmee we de verantwoordelijkheid nemen voor ons hele gebied. Dat we in dialoog met elkaar de kaart en het gebied samenbrengen. Dat we kunstenaars stelselmatig uitnodigen om mee te denken, altijd en overal, op gelijke voet. Om vruchtbare grond te maken, om te werken aan nieuwe affectieve verbeeldingen, collectief en de verbindingen te zoeken om dit te activeren. In plaats van door symptoombestrijding ons door nieuwe verhalen naar systeemverandering te forceren. Als democratie een gedeelde ruimte is, hoe kunnen we dan beter schakelen tussen plaatsen, werelden, schalen en abstracties? Wat is het museum van de 21ste eeuw? Zou het meer een bibliotheek, een cultureel centrum, een plaats van samenwerking en samenkomen zijn? Eigenlijk pleit ik ervoor ons huis anders in te richten. En het ministerie van Algemene Zaken te vervangen door het ministerie van Cultuur.
Als alle beslissingen gebaseerd zijn op de cultuur die wij als samenleving met elkaar delen en maken, dan is hoe we de economie, financiën, sport, ruimtelijke ordening, landbouw, zorg inrichten, gebaseerd op culturele beslissingen. Een universeel basisinkomen zal altijd op de agenda staan. Laten we daar nu eens mee gaan experimenteren en goed naar landen kijken die dit al doen. En ik wapper nog maar eens even met dit boekje, want er staan ook een aantal webinars in die we als academie hebben georganiseerd. Te verkrijgen in de hal. Gratis. Zodat we in de conflicten over schaarse ruimte en passant al lerend een nieuw esthetisch, poëtisch ecosysteem op kunnen tuigen. En als samenleving de vrije, verbeeldingsrijke en artistieke ruimte voor beraadslaging opeisen en ontwikkelen. Liefde is volhardendheid. Kunsten 92 startte na de kritiek op de kunstenplannen van Hedy d'Ancona. 1% van de rijksuitgaven voor kunst, cultuur en erfgoed was het hoofddoel. En ik breng in herinnering, dit komt van hun website, dan pas is er sprake van beleid dat zoden aan de dijk zet. Het is een investering die zichzelf terug zal betalen. Niet alleen met het oog op de arbeidsmarkt en het toerisme, maar vooral voor de mensen die met kunst willen leven. U en wij, onze kinderen, het publiek van nu en de toekomst. Tot zover het citaat. Vandaag komt ook de vraag op hoe we willen leven. We zijn nu 31 jaar verder. Ik geloof niet dat die 1% ooit gehaald is. Maar aan Kunsten 92 ligt dat niet. Zij is gegroeid in kracht, bereik en impact. Om zo lang de mededrijvende en sturende kracht te zijn hierachter, Marianne, dat is liefde. Ik dank je. Dan kunnen we eigenlijk gewoon wel voldoende... Dat is voldoende stof om, verder over door te praten. Even kijken. Als ik hierop klik, dan gaat er iets gebeuren, vermoed ik. Ja. Ongelooflijk vereerd om uitgenodigd te zijn om te spreken bij jouw afscheid, Marianne. We kennen elkaar, denk ik, sinds 1993. Ja, en heel belangrijk dat er Kunsten 92 zo'n belangrijke rol speelt in het scherp blijven op cultuur- en kunstbeleid. Ik ga deels, denk ik, gewoon jouw verhaal herhalen, maar dan met plaatjes. En onderschrijven. En ik probeer er nog een paar dingen aan toe te voegen. Maar wat ik interessant vind eigenlijk, is dat het gesprek dat het langzamerhand aan het convergeren is. Dat de manier waarop wij nadenken en met elkaar spreken over hoe we kunst en cultuur kunnen zien in de samenleving. Dat er een aantal lijnen ontstaan die consistent beginnen te worden. En we hebben elkaar ook wel eens tegengesproken. In de cultuursector. Of vaak doordat we één keer de vier jaar moeten strijden om middelen, dan gaan we elkaar ook te lijf. Dan gaan we zeggen dat het één niks is en het ander wel, en dat deze discipline zus. En voor mij is dat echt, dat is ongelooflijk ondermijnend. En als het niet zo bedacht is, dan is verdeel en heers wel degelijk helpt om ons verdeeld te houden. Dus vandaar dat ik het wel interessant vind dat we andere lijnen van argumentatie beginnen te zoeken. Misschien heel kort even. Misschien voor jullie, we zitten hier vlakbij in de Waag. We zitten ook nog deels in het Pintohuis. En wat de Waag zelf als plek is, is zo'n plek waar het onderzoek centraal staat. En we zeggen hier dat we doen het artistieke onderzoek, we doen ook het ontwerpende onderzoek. En altijd ook samen met maatschappelijke organisaties. Dus altijd in samenspraak met de samenleving, nooit zonder. En zo kan je dat proces zien. Want ik heb dat. Praten we over kunsten vaak als product. En hoeveel kaartjes zijn er verkocht voor het product? En daar zitten we nog steeds eigenlijk middenin. In een heel beperkte definitie van wat succes is. Hoeveel bezoekers er zijn. Maar we praten ook over processen en impact. En allerlei vraagstukken die net ook al aan de orde zijn geweest. En een van de problemen in mijn ogen in de taal die we hebben gehanteerd de afgelopen tijd is dat we zeggen dat moet autonoom zijn. Blijf van ons af. En de reactie in de samenleving is, nou dan blijf je toch lekker op je eigen houtje op die zolderkamer zitten. Dus het heeft eigenlijk nooit geholpen. Dat woord autonoom heeft ons nooit echt geholpen om daarvoor steun te krijgen.
En wat je kan leren van de wetenschap, die hebben ook dat hele proces doorgemaakt. En volgens mij is het ook zelf onze huidige minister Dijkgraaf die wel eens heeft gezegd, kijk als kunstensector is wat meer naar de manier waarop de wetenschap zichzelf presenteert. En die zegt, we hebben nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek nodig. Dat is ook vrije ruimte. We weten nog niet, en als je zegt van we weten niet hoe we in de wereld zijn. Wat is die wereld? Hoe moeten we op deze planeet? Wie zijn wij? Wat drijft ons? Die vragen kan je via de wetenschap bevragen, maar die kan je ook via de kunsten stellen. De kunst is vaak subjectiever. Dan exploreer je ook je eigen denken en voelen in de wereld. De wetenschap heeft zichzelf bepaalde methodes aangeleerd. Vaak subjectiever dan men het voordoet, maar... Maar daar is in ieder geval een methode. Laat zeggen, dat heeft de methodiek van de objectiviteit. De kunst heeft de route van de subjectiviteit. En uiteindelijk kom je uit op iets wat deelbaar is. Wat je met mensen wil delen. Dus het is altijd communicatief. Het is altijd op zoek naar ontvangst, naar gesprek. Het is nooit zonder dat. Dus het idee van autonoom, het begrip bestaat niet eens. Wij kunnen als autonome wezens niet bestaan. Letterlijk niet. We hebben elkaar nodig. En de kunst is ook nooit geïsoleerd. Is altijd eigenlijk vanwege die vraagstukken altijd maatschappelijk. Dus ik vind het altijd heel erg raar van wanneer dan kunst relevant zou zijn. Ja, simpelweg omdat het zich engageert met de wereld. Met de vragen over de wereld, wie wij zijn. Dus al die rare termen die steeds aan ons terug, de autonome ook. Ja, wel of niet geëngageerde kunst. Ik snap gewoon eigenlijk die hele indeling niet. Dus je hebt die vrije ruimte nodig om je nieuwsgierigheid, voor die nieuwsgierigheid, voor het niet weten, voor het betreden van iets wat we niet begrijpen. En dat zou ik kunnen zeggen, loop je parallel met wat wetenschappers ook, die vrije ruimte zoeken wetenschappers ook op. Want ze worden ook steeds gedwongen om zich vooral aan maatschappelijke vraagstukken of aan de vraagstukken van de BV Nederland te koppelen. Die strijd is daar net zo groot en ingewikkeld als wij die in de kunst en de cultuur kennen. En de tweede stap is dat je zegt, nou, als je dan die eigen nieuwsgierigheid drijft, dan wil je ook wel kijken in contexten wat dat betekent. Dus je zoekt plekken op waarin je deelt. Je zoekt manieren op om het te delen. Je zou dat contextonderzoek kunnen noemen of ontwerpend onderzoek noemen. En de volgende stap, en dat lijkt alsof je dan een product hebt, maar nog steeds. Op het moment dat je het op een groot podium brengt, of op het moment dat je dat de wereld inbrengt, dan ben je bezig met de maatschappelijke dynamiek eromheen. Dan weet je nog steeds niet precies wat je hebt gemaakt. Dat onderzoek blijft gaande, ook als je dat in een grote zaal doet. Dus het is ook niet alleen dat het onderzoek alleen maar plaatsvindt in het experimentele circuit. We moeten eigenlijk dit zien als iets wat we gezamenlijk permanent aan het doen zijn. Het onderzoeken van de wereld, het onderzoeken van onszelf. En vandaar dat die verbinding met de wetenschap helemaal niet zo gek is. Je hebt daar prachtige programma's voor. En er zijn echt ongelooflijk veel praktijken die over het algemeen, als je naar kunstbeleid kijkt, dan komen die niet in beeld. Dan praten we over disciplines of we praten over hier de kunsten, daar het erfgoed en daar de creatieve industrie. Het zijn indelingen waar we eigenlijk nauwelijks mee uit de voeten kunnen. Mensen moeten voortdurend een andere taal spreken, raken in de war over zichzelf. Het zijn indelingen die niet te maken hebben met wat ons werkelijk drijft. Dus ik wil een paar voorbeelden geven van wat jij net allemaal aangaf, Lisbeth, over allerlei dingen die er al gebeuren. Wat voor een rollen je allemaal op die neemt en waar dat onderzoek ons allemaal brengt. Dit is een CRISPR-Cas. Nou, dat is dat iedereen het knippen met DNA. Daar kan je heel ver van blijven of je kan gewoon duiken erin en willen weten wat het is. Dat is het betreden van wat dan de black box, het opengooien, het hacken bijna van het systeem. Je gaf daar net ook een paar voorbeelden van. In dit geval is het ons gelukt om een permissie te krijgen om dat CRISPR te mogen doen in de Waag. Dus het Theatrum Anatomicum was de plek waar voor het eerst in het dode lichaam gesneden mocht worden. En in ons wetlab mogen we dan leven creëren, maken. Tot het moment dat je iets overschrijdt, een grens. En dat is heel erg interessant om het publiek of mensen mee te nemen naar die grens. Dat is de plek, dat is wetenschappers ervaren dat vaak. Het is heel interessant om dat juist als een publiek moment te vinden. Want dan voel je waar de grenzen van is, wat wij mogen, wat leven is, wat niet mag. Dus dit is zo'n moment wat daar in beeld is gebracht. Hoe gaan we met vlees om? Hoe verhouden we ons tot het levende dier? Dat soort vraagstukken. Nou, heel doodenge settings heeft dat opgeleverd. Maar dat durven kunstenaars aan. Dit is maar één van de voorbeelden van onderzoek wat in zichzelf performatief is, wat ook echt een belevenis is, maar wat ook echt iets vraagt en over een grens heen moet onderzoeken hoe we ons daartoe verhouden. Voor veel mensen was dit echt een brug te ver.
Bevragen van aannames, vooraannames, de bias in systemen, het categoriseren van de wereld, het überhaupt technologiseren van de wereld. Nou, dit zijn een heleboel kunstenaars die zich afvragen van waar komt dan wat is de norm? He, als iets op dit moment automatisering oplevert, is dat er ergens een norm gesteld wordt en je kan daarvan afwijken. En dat doen we met toeslagenaffaires, dat doen we in al die systemen die we op dit moment implementeren. En het bevragen daarvan is echt een culturele activiteit. Het wordt ook door de wetenschap gedaan, vanuit mensenrechten en grondrechten. Maar dit is absoluut een gebied waar kunstenaars ongelooflijk actief zijn en heel relevant zijn. Spelen met hoe verhoudt zich kunstmatige intelligentie tot de intelligentie van een plant? Dit is een werk waarbij een komkommerplant, die zo met zijn tentakeltjes probeert te groeien, speelt met een AI die probeert met die balletjes de plant te verleiden om achter de balletjes uit te gaan. Fascinerend werk. Wat al die vragen opnieuw stelt. Hebben wij kunstmatige intelligentie niet op de verkeerde manier geplaatst? Misschien is de intelligentie van planten wel vele malen groter dan waar wij denken dat wij op dit moment staan. Dus die hele ontwikkeling ook naar dat is deels ook een wetenschappelijk onderzoek naar het Wood Wide Web wordt ook wel genoemd, of het mycelium, de intelligentie van de grond en dergelijke. En micro-organismen. Maar er is ook heel veel onderzoek naar bijvoorbeeld de brain-gut connectie. Dat heel veel van onze intelligentie uit de gut komt, uit de maag komt, uit onze bacteriën komt, uit de micro-organismen. Nou, dat soort vragen, daar duiken kunstenaars volop in. Dus dit is niet iets wat alleen maar het domein van de wetenschappers is. Dit is ook het domein van kunstenaars om dit te onderzoeken. Gelukkig komen er steeds meer programma's. Hè. Dus het creator-dokter-programma wat het Sandberg Instituut bijvoorbeeld heeft opgezet. Er komt ruimte voor mensen als Femke Hergave, die heel veel van dit soort onderzoek doet. Dat is ook in het kader van bijvoorbeeld met VPRO tegenlicht als het over Planet Finance gaat. Die houdt zich bezig met datastromen. Ongelooflijk relevant inzichten die daaruit voortkomen. Maar ook al die kunstenaars die zich bezighouden met sustainable lifeforms, met landbouw, met hoe we met grond omgaan, met biodiversiteit, met nieuwe energiesystemen. Als je gemiddeld naar al die bewegingen rondom voor het energiecoöperaties, dan zitten daar bijna in al die coöperaties zitten ergens kunstenaars. Ik heb nog een ander voorbeeld. Ze verhouden zich tot al dat soort vraagstukken, zijn altijd actief, brengen altijd ook nieuwe inzichten mee. En dit, wat ik eigenlijk heel jammer vind, dat Starts bestaat. Dit programma is een Europees programma, Starts.eu. Oh, wat raar dat die. Nou ja, Science, Technology and the Arts. Dat is een programma van de Europese Commissie. Het bestaat al zeker 10 jaar inmiddels. En dat maakt het mogelijk voor kunstenaars en wetenschappers om samen te werken. Dus als je naar die calls kijkt, dan is dat is substantieel geld. Dat is 40.000 tot 60.000 euro voor een kunstenaarsinitiatief of een kunstenaar om deel te nemen aan onderzoeksprogramma's. Er zitten matchmakingsprogramma's op, er zitten samenwerkingsprogramma's op, er zit het versterken van de kennis ook op en ook nog thematische calls. Zo'n soort programma zou je gewoon zo kunnen implementeren. Ook die matchmaking tussen Nederlandse onderzoeksprogramma's en kunstenaars. En dit zijn programma's die daardoor mogelijk zijn. Dus dit zijn onderzoeksprogramma's rondom het hele thema van More Than Planet, waarbij is zero energy traveling possible? Van dat soort vragen. Dat zijn goede vragen. Ook kunnen we de oceaan begrijpen? De oceaan is een van die waar wij. Ja, je zwemt er af en toe een stukje in. Af en toe verdwaalt er een shuttle. Maar wat die oceanen ons vertellen is dat daar gigantische bewegingen zijn. En hoe moet je dat nou eigenlijk vertellen? Dus ook überhaupt het hele fenomeen van het visualiseren van wat die planeet op dit moment wat er gebeurt. Dat is niet instrumenteel om een leuk plaatje bij een verhaaltje te maken van de wetenschappen. Dit is in zichzelf een vraag. Hoe visualiseren we kennis? Hoe zorgen we dat we begrijpen wat er gaande is in de wereld? Tot en met eigenlijk dit soort hele specifieke onderzoeken die helpen om bijvoorbeeld mensenrechten te helpen, mensenrechtenactivisten te helpen en onderzoekers om dingen op te sporen. Je ziet hier ook steeds dat dit allemaal startsprogramma's zijn. Ik kan enorm veel voorbeelden geven. En ik denk dat het alleen al goed zou zijn als steeds meer mensen weten dat dit soort onderzoek en dit soort projecten plaatsvinden op al die domeinen. En dat je ze dus ook de ruimte geeft. Dus hier de suggesties. Ik heb nog zo meteen nog een set hoor, maar dit is de eerste. Het zou goed zijn om veel meer die consortia tussen kunst en wetenschap op te zetten. Dus echt samenwerkingsverbanden die langer zijn dan projecten. Echt meerjarige programma's waar je elkaar goed leert kennen. En waar je goede samenwerkingen aan gaat. We hebben het altijd over publiek-private samenwerking. Dit lijkt me publiek-civiele samenwerking tussen de kunst en de wetenschap in.
Ja, laten we meteen gewoon zo'n startprogramma starten. Het model ligt er al. Het hele instrumentarium is klaar. Je hoeft het alleen maar te vertalen naar het Nederlands. En dan hebben we nog. En een van de belangrijkste dingen. Ik heb daar één keer wel een poging gedaan om zo'n gesprek te voeren met de voormalige minister en de directeur van NWO. Open die programma's nou eens. Wij zijn zelf als wagentrekker van de Nationale Wetenschapsagenda Smart and Livable Cities. Dat is één van die 25 routes. Het is ons gelukt om daar nu gefinancierd onderzoek te kunnen doen. Maar we zijn dus dagelijks in de strijd om te proberen andere organisaties, culturele organisaties zoals Datum en NV2 en dergelijke, om die überhaupt in de database te krijgen. Dat ze geaccepteerd worden als onderzoeksinstelling. Dus bijna geen enkele culturele instelling heeft op dit moment een status waarmee je bij NWO financiering mag ophalen. Laat staan individuele kunstenaars en makers. Dus ook hier, wat kan je doen door NWO zelf open te stellen? Of je kan zeggen, als je deelneemt in een consortium wat gehonoreerd is, dan krijg je dat stuk waar jij recht op hebt, de 50 of ton of wat voor bedrag het ook is, komt dan uit een cofinancieringsfonds. Dus dan hoef je nog niet opnieuw meer aan te vragen. Er hoeft niet nog een keer een stichting of een fonds overheen. Want je hebt die samenwerking al opgebouwd. En daar hoort natuurlijk wel ook dat soort matchmakingsprogramma's omheen. Dat je vooral zorgt dat hier verbindingen ontstaan. Ja, dit is de kant van het meer fundamentele onderzoek. En daarnaast hebben we natuurlijk, en dat heb jij ook al aangerefereerd, de maatschappelijke opgaves. Dus de rol die kunsten, maar ook ontwerpers in de brede zin hebben in die maatschappelijke opgaves. En recentelijk, en dat is vanuit ClickNL, het onderzoeksprogramma van wat dan de creatieve industrie heet. Dat is ook sowieso verwarrend. Maar wat mij betreft zijn dat methodes die de hele cultuursector omvatten. Zijn key enabling methodologies. Dus we praten vaak over technologies, de technologieën die we nodig hebben. Maar de maatschappelijke opgaves en de technologieën die matchen niet altijd. Dus daartussen is van methodologisch. Hoe moet je dan met elkaar die nieuwe werkelijkheid willen? Of hoe moeten we die visualiseren? Of wat voor praktische kennis hebben we daarbij nodig? De camps kun je vinden onder, volgens mij, camps.nl of camp.nl inmiddels. En dit zijn in 8 categorieën verdeeld. En je ziet dus echt, de eerste is al die visie en verbeelding. Dus dat sluit aan bij die eerste stap. Van, kunnen we ons de wereld anders denken? Kunnen we anders denken dat alles alleen maar moet groeien? Dus dat paradigma waar we in zitten, kun je dat paradigma überhaupt bevragen? Dat is ook de ontwikkeling in de economische trouwens, degrowth en beyond growth. Dat zijn hele fundamentele vragen die we op dit moment moeten stellen. Maar ook participatie en co-creatie uiteraard. Dat is een enorm domein waar cultuur en ontwerp en kunstenaars mee bezig zijn. Met hoe moet je met mensen samen nieuwe inzichten? Hoe verbind je je aan maatschappelijk initiatief en burgerinitiatieven? Ze zijn er verschillende, tot en met systeemverandering. Want dat is denk ik een van de allerlastigste. Je kan heel erg leuk steeds projectjes doen. En dan, ik heb het beeld van die wasjes, dan doe je weer een wasje. En dan is iedereen weer blij en dan is het project weer voorbij. En dat heeft dan een half jaar of een jaar geduurd. En dan komt er weer een was. En er blijft maar was komen eigenlijk. Dus niemand doet daar ooit een keertje iets aan. Dus je wil eigenlijk ook aan dat systemische verandering. Waar komt dat dan vandaan? Waarom doen we steeds de verkeerde dingen? Waardoor die problemen steeds ontstaan. Dus je ziet ook dat systemische denken. Dan zie je dat plotseling kunstenaars en ontwerpers zich bezighouden met geld. Geldsystemen. Gaan ze zich bezighouden met hoe banken functioneren en wat geldschepping is. Dat zijn die systemische vragen. Daar zijn ook weer andere kunstenaars mee bezig. Daar kan je dit soort ontwikkelingen van hoe moet je dat doen. Dan zie je ook de tools en gereedschappen die er ontstaan. Zoals zo'n co-creatie navigator, wat heel veel tools en van wat er allemaal uit die ontwerpsector ook voortkomt en uit die praktijken van kunstenaars voortkomt. Wat je kan gaan gebruiken. Dus daar heb je die methodologiekant ook overdrachtelijk. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt wat de cultuursector op dit moment agendeert, dan is dat nu een grote conferentie gaande van Public Spaces. Dat is zeg maar digitale waarde in het publieke domein. Dat is dat hele vraagstuk van, voordat de staatssecretaris dat in haar van digitale zaken dat in haar uitvoeringsprogramma noemde, komt het uit de culturele organisaties voort. Gewoon van, hoe kunnen wij ons publiek bereiken zonder dat we dat via Facebook en Instagram aan het doen zijn? Die niet correspondeert met onze waarden. Kunnen we bijdragen aan een internet of een digitale wereld die we wel vertrouwen? En dat is niet alleen het agenderen ervan, maar ook letterlijk ermee vorm aan geven. Dus het mee installeren, het mee maken. Dus het is niet alleen de individuele kunst, het zijn ook de instituties die kunnen helpen. Culturele instellingen die kunnen werken. En inmiddels zie je dat het helemaal uitgebreid is nu naar onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties. Dus hier zie je dat de culturele sector een hele belangrijke drijver is in het doordenken van die publieke waarden in het digitale domein. En dit zijn dan een paar van die waarden. En ik denk dat erg interessant is, dat die cultuursector altijd
waarde centraal stelt. Dus niet het optimaliseren voor aandeelhoudersbelang van een... Iemand, gisteren vond ik het echt prachtig. Iemand zei, dat soort bedrijven als Facebook en Google en dergelijke... die zijn... die hebben geen geweten, daar zit geen gevoel. Die hebben geen empathie. Wij met elkaar zoeken naar empathie, naar betrokkenheid, naar menselijkheid, naar verbondenheid. Bij ons is dat ver van vandaan gekomen, maar dat is dus echt zo. Dan zie je ook dat, en dat is maar één van de voorbeelden, dat er uit dat onderzoek, uit die vragen, uit het vrije onderzoek zo'n soort initiatief komt, wat vervolgens ook echt in de wereld in een product valt. Dus wel degelijk zijn er producten te denken. Maar dat is pas veel later. Nadat je dat hele onderzoek en al die stappen hebt gedaan, kan je misschien komen tot iets wat een product is. Niet alles hoeft dat te zijn, wat mij betreft. En ik vind dit nog steeds... Kaskoland vind ik echt een ongelooflijk mooi voorbeeld. Kaskoland zit op heel veel plekken, maar zit in ieder geval ook hier in Amsterdam in Nieuw-West. En als je kijkt waar deze kunstenaarsgroep en ontwerpgroep zich mee bezighoudt, dan zijn het onderwerpen als sustainability, economie, educatie, landschap, food. Heel herkenbaar waarschijnlijk voor iedereen hier, dat dit de thema's zijn waar kunstenaars mee bezig zijn. En in zo'n wijk hebben zij door simpelweg daar zich te manifesteren, de wijk veiliger gemaakt, de ondernemerschap in de wijk gestimuleerd, de gesprekken met elkaar. Dus zo'n initiatief in zo'n wijk heeft een waanzinnige impact. En dat wordt ook wel die hele stadmakersbeweging genoemd. Van je moet eigenlijk heel anders kijken naar hoe je naar innovatie en naar maatschappelijke innovatie kijkt. Dus ook nog twee dingen. Je zou kunnen zeggen dat iedereen die zich tot die cultuur verhoudt, en dat geldt zeker niet, er zijn ook heel wat mensen die bezig zijn om zoveel mogelijk te verdienen in de cultuur. Mag ook, wat mij betreft overigens, geen probleem. Maar de grootste gedeelte houdt zich bezig met de commons, met het gemeenschappelijke. Met datgene wat we gemeenschappelijk hebben. En die wil zich eigenlijk niet verhouden tot die financialisering, tot het zichzelf moeten verklaren in termen van groei en omvang en bruto nationaal product. En die beweging rondom de commons is eentje die heel sterk is. En ik denk dat de cultuursector daar een hele belangrijke factor in is. Maar daar ook anderen ontmoet. En daar een hele interessante samenwerking mee aan kan gaan. Met namelijk zeg maar, het maatschappelijk initiatief, actieve burgers die zichzelf rondom die commons zich organiseren. En vandaar dat ik dit plaatje nog in wil gooien. Want je zou kunnen zeggen dat waarom niet alleen de cultuursector zit in een hoek waarin bijna niet te argumenteren is waarom je van belang bent. Dat geldt eigenlijk voor al het maatschappelijk initiatief. De overheid zit, we zitten in een paradigma dat de overheid voor de burger het wil doen via de markt. En dat de markt de beste oplossing is. En langzamerhand zien we dat we dus aan het eind van dat marktdenken zijn gekomen. Dat is een van de grote problemen waar we nu voor staan. Bruto nationaal product is niet meer waar we op moeten sturen. De BV Nederland is een heel raar concept eigenlijk. Want wie is dan die BV en wie is dan aandeelhouder? En dus heel veel van dat denken begint te schuiven. En daarvoor in de plaats krijg je de argumentatie dat de publiek-civiele samenwerking nodig is. En dat de maatschappij, de samenleving zelf, een organiserend vermogen is, maar dat dan voor op een non-profit basis. Dus je ziet ook als het gaat over beleid, als het over een energietransitie gaat, over het Nationaal Klimaatplatform. Een van de opgaves waar we nu aan gaan werken samen met het Nationaal Klimaatplatform is 30% van de energieopgave via maatschappelijk initiatief. Nou, dat is. Dan zeg je niet meer, het is leuk en leuk, wat gezellig dat er nog iemand in de wijk ook nog. Nee, dit is, we moeten vanuit dat maatschappelijk initiatief dat gaan doen. En dat verbond tussen samenleving en cultuur is volgens mij ongelooflijk sterk. Veel sterker dan we vaak over praten. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Dus hier nog drie suggesties. En ik dacht, doe maar meteen een grote claim. Want anders dan hebben die 1% hebben we ook nog gehaald. Dus we gaan nu over 10%. Het is eigenlijk heel raar dat als je het over transitieopgaves hebt, klimaatopgaven, energieopgaven, al die grote opgaves, dan weet iedereen dat het begint bij gedrag. Het is niet technologie die ons gaat redden in dit geval. Wij moeten op een andere manier nadenken wat een goed leven is. Wij moeten anders nadenken over wat wij met ons consumptiegedrag willen. Dat is een van de moeilijkste dingen, is een van de complexe dingen. Omdat we allemaal getraind zijn vanaf jongs af aan dat het altijd beter wordt. Dat onze kinderen het beter zullen hebben, dat er groei blijft. Dus wij cultureel gezien, maatschappelijk cultureel gezien, kun je zeggen dat is van de politiek, dat paradigma. Dat zit in ons, het zit diep in ons. Dus die vraag is echt een cultureel maatschappelijke vraag. Dus waarom zou je niet zeggen dat de cultuur en samenleving structureel gefinancierd worden, ook vanuit die maatschappelijke opgave? Dus dat je als er een paar miljoen neergezet wordt, 100 miljoen of 300 miljoen,
10% naar culturele maatschappelijke programma's. Dus niet alleen, ik zou het zeker niet alleen maar als de kunsten claimen, maar als het gebied waar je zegt, dat is niet het bedrijfsleven, dat is het de plek waar je als samenleving samen, vanuit de verschillende perspectieven, ontwikkelt. Een van de dingen waar ik echt enorm van, heel erg onthutst. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire is er een programma Werken aan Uitvoer, de WOW. Werken aan Uitvoer, dus we weten dat de toeslagenaffaire, de mensen die daar slachtoffer van zijn, daar zitten nog steeds heel veel mensen te wachten op geld. Laat staan dat er gefinancierd is om met die groep mensen collectief iets te doen. Er is nauwelijks een geldstroom die kant op. De WOW is dus ontstaan vanuit de overheid die zegt tegen zichzelf, ja, dat hebben we niet goed gedaan. We moeten toch eens nadenken over onszelf. We gaan nadenken over de driehoek, andere driehoek, beleid, uitvoering en politiek. Ik ben bijna klaar, hoor. Is dat mijn eigen telefoon? Nee, dit zijn miljarden. Dit is een programma van een paar miljard dat de overheid aan zichzelf besteedt. Ik weet dat er een klein stroompje ook naar het Fonds Participatie is gegaan. Er is ook een stroompje naar Koninklijke Bibliotheek gegaan, naar de zelfstandige bestuursorganen. Maar ik snap gewoon niet hoe dat denken in elkaar zit. Als je zegt, wij hebben dat niet goed gedaan met de samenleving, dat je dan niet een programma inricht waar je zegt, dat gaan we dus met die samenleving anders doen. Waarbij je ook een deel van die financiering in de samenleving legt. Gewoon op de plekken, de buurthuizen, de verenigingen, de culturele organisaties, de rechtsbijstand, whatever. Maar nou, dat is dit. Dus ik denk dat we hier ook aan moeten gaan shorren. Dus werk aan uitvoering heel goed, dat de overheid nadenkt over zichzelf heel goed. Maar een van de dingen die ik dus tegenkwam is versneld digitaliseren. Het digitaliseringsprogramma versneld uitvoer. Ik denk, hè? Dat was toch een probleem? Daar hebben we toch met elkaar juist gezegd, dat is een probleem. Waarom ga je dan versneld uitvoeren zonder dat je dat maatschappelijk cultureel met elkaar bespreekt? Nou, en dan denk ik dat het goed zou zijn als laatste om die publieke. Ik denk dat op het moment dat je die argumentatie voor publiek-civiele samenwerking versterkt, dat dat ook de cultuur ten goede komt. Dat culturele organisaties daar ook een hele duidelijke plek in hebben. Dus ik zou ook ons gesprek over wat de kunsten en de cultuur nodig heeft en de plek voor de kunstenaar niet loszien van de discussie die maatschappelijk nodig is. Dus dat je jezelf onderdeel ziet van dat gesprek en dat je daar ook je versterking op hebt. Dus aan de ene kant zou ik zeggen de alliantie met de wetenschap, en die heel sterk aangaan en die ook verleiden en meenemen en zorgen dat men, maar ook leren van de taal die men daar spreekt en de programma's die ervoor zijn. En aan de andere kant je nog sterker verbinden aan die maatschappelijke beweging en zorgen dat je daar ook aan deelneemt. Dank je wel. Precies voor jou. Marleen, dankjewel. Je doet het allemaal zo logisch lijken, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is heel makkelijk om 10% te roepen. Hè? Ja. We zijn met een heleboel mensen in de zaal. Wij gaan eventjes met elkaar van gedachten wisselen over wat er zo net is gezegd. Maar ik wil u vooral ook oproepen. Doe mee. Er zijn twee mensen, Vivian en Jolanda. Dat is Jolanda. En hier is Vivian. Die hebben microfoons. Dus als je wil reageren, steek je hand op. En dan komen ze naar je toe. Misschien even om te beginnen, want je hebt het ook over taal gehad. En je hebt het gehad over systemen. En je hebt het gehad over patronen, denkpatronen, zeg maar die loops waarin wij vastzitten. En een van die taalproblemen is, in jouw visie in elk geval, dat autonome kunstenaarschap. Dat volgens mij al een hele lange geschiedenis heeft. Terug tot de romantiek misschien wel. Welke denkpatronen, welke systeempatronen zie jij eigenlijk in die culturele sector waarvan je denkt, dat moet nou eens wel tijd dat we daar afscheid van nemen? Nee, dat begrip autonoom, dat heb ik inderdaad. Ik denk steeds is een boemerang die die terugkomt op jezelf. Zit er rond te zien? Ja, dat is een nieuw afdeling. Ja, ik zie een hond. Ik doe zo. Ja. ik kom gewoon bij jou staan zo. Zo kan. Ja. Ik denk dat ik begrijp wat ermee bedoeld wordt. Hè? Dus dan zou ik zeggen vervangen door nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek of vrij onderzoek of vrije ruimte. Dat begrijp ik al. Dat is logisch. Dus ik snap wat het wil zeggen. Maar het begrip heeft ons niet geholpen. Net zo goed als toen die mars van de beschaving, dat was heel pijnlijk.
Ja, gewoon oude mensen billen wassen is ook beschaving. Dus waarom zou je als kunsten gaan claimen dat je beschaving bent? Dat pikt de samenleving gewoon niet. En dat heeft ons ook niet geholpen. Dus ik denk dat het daarom goed is om goed na te denken welke claims je maakt en waar je je aan verbindt. Omdat we echt onze eigen weerstand aan het creëren zijn. Terwijl ik denk dat datgene waarvoor je dat zegt heel relevant is. Ik wil er is geen enkele hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die vrije ruimte er is. En daarom, ik vind dat zelfbegrip nieuwsgierigheid gedreven heel interessant. Omdat je ook wetenschappers zeggen dat ook. We kunnen niet altijd zeggen wat het gaat opleveren. We weten soms niet eens wat onze eigen vraag is. Maar we zijn wel op pad. Wij moeten die ruimte betreden waarvan we nog niet weten het niet weten betreden. We hadden het over de tussenruimte of de liminal space, kan je het ook noemen. Het is een heel mooi begrip over de van Riet de Passage. Dat je gaat ergens in. Je weet nog niet hoe je eruit gaat komen. Van adolescentie naar volwassen bijvoorbeeld. Dat is ook een antropologische term. Maar ja, dus dat is één. En de andere, beschaving is eigenlijk al heel gevaarlijk. Oppassen. Claim niet in je eentje dat jij de beschaving bent. Ook al is het met onder... Gesprek, en waar ik echt nog problemen heb, is dat cultuurbeleid steeds op die Thorbecke uitkomt. Dan denk ik van, jongens, dat kan toch echt niet meer? Stoppen met Thorbecke. Dus van, Thorbecke heeft verteld dat wij niks over de kunsten mogen zeggen. Nou, we zeggen helemaal niks meer. Dan zeggen we ook helemaal niks meer. Dus terwijl dat, ook weer, als je de parallel naar de wetenschap. Natuurlijk, als het gaat over het toekennen. Dus in de wetenschap kennen we ook peer review. En weten ook dat je domeinkennis nodig hebt. En als het gaat over het toekennen van geld en dat soort zaken. Maar de overheid heeft wel sterke belangen en verwacht heel veel van de wetenschap. En doet er ook uitspraken over, maakt hele programma's vrij. Nationale wetenschapsagenda maakt echt gigantische programma's vrij, omdat men zich verhoudt tot de wetenschap. Dat is toch heel erg raar dat elke keer als het daarover gaat, over dat soort zeggen, daar mogen we niks van vinden. Wij mogen niks van de cultuur vinden. En ik heb het idee dat huis van Thorbecke en die positie die elke keer vanuit van kunstbeleid wordt ingenomen, dat ons ook geen goed doet. Ja. En dat ik wel heel graag zou willen dat dat engagement. En onze staatssecretaris op dit moment laat dat heel goed zien hoe het wel kan. Dus ik denk ook dat we misschien wel een kentering hebben of dat er misschien iets gaande is. Maar ik zou dus ook daar echt gewoon eens een keer serieus met beleidsmakers over willen praten. Omdat over dat huis van Thorbecke, dat hebben we al. Maar over deze interpretatie kunnen hebben. Ja, ik snap het. In ons voorgesprek zei je ook bijvoorbeeld de verbazing dat. Die neem ik nu. Ja. De mensen thuis, dan kunnen ze misschien toch beter horen. De verbazing dat wetenschappers eigenlijk. Wetenschap wordt nooit bevraagd. Of universiteiten moeten bestaan. Wordt niet ter discussie gesteld. En terwijl de kunst. Ja? Heb ik het mis? We zijn wel bij de Academie voor de Wetenschap, joh. Nou ja. Bepaalde onderdelen natuurlijk wel. Dus de sociale wetenschappen en geestwetenschappen hebben eenzelfde probleem als de binnen het wetenschapsdomein. Dus alles wat zich meer naar beta of sterrenkunde of alles wat een zwart gat is. Vandaar ook dat de informatici hun eigen zwarte gat hebben gecreëerd. Met AI. Want dat is, dan denk je, nou snap het niet meer. Nou moet er heel veel geld naartoe. Ja. Ja. Nou ja, juist daarom heb je heel veel aan hoe de wetenschap ook dat gesprek voert. Het wil juist omdat dat ook kwetsbaar en complex is. Ik ben nu voor de AWTI, de Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie, een advies aan. Ik ben bezig met het onderzoek naar sociale en geestwetenschap en innovatie. Omdat die argumentatie daar ook soms gewoon ontbreekt of niet voldoende onderbouwd is. Dus ook daar wordt nu ook door de sociale geestwetenschap gevraagd, neem de kunsten mee. Dus ik zie gewoon daar gewoon echt gewoon parallele discussies. Ja, dat zie ik ook. Die elkaar kunnen helpen. Ja, dat zie ik ook. Ik denk ook dat het goed is om daar waar de oude systemen langzamerhand kapseizen, ontstaat gewoon een nieuwe ruimte. En in feite, een culturele creatieve sector, we zijn allemaal nieuwsgierigheidsgedreven onderzoekers. Ik denk dat je dat heel mooi hebt aangekaart. Maar nu nog boter bij de vis, natuurlijk. Ik ben wel even benieuwd wie er een vraag heeft hier in het publiek. Ja. Daar. Jolanda, die komt bij jou. Misschien kun je de microfoon even doorgeven, Jolanda. Ja. Goedemiddag allemaal. De vraag is als volgt. Ik zag straks voorbij komen de combinatie wetenschap en cultuur.
In hoeverre wordt de wetenschap ingezet om onderzoek te doen naar de biologie van de cultuur? In hoeverre is cultuur een gedragsvorm waar zelfs de sterkste regering van de marktwerking, deregulering en wat iets meer zij, niet onderuit kan? Wordt daar dus naar gekeken, naar de etologie van de cultuur? Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat... Kijk, economie is een sociale wetenschap. Dat... Nee? Ja, ik weet welke kant u op wil. Dus eigenlijk... Ik ben het ook wel met u eens. Maar economie probeert zich te positioneren als een exacte wetenschap. Met de wiskundige variant, de modellenkant. Maar het is eigenlijk antropologisch. En heel veel van de economie baseert zich op speltheorie. Dus hoe je gedrag moet beïnvloeden. En wat gedrag is. Veronderstelt allerlei vormen van gedrag. Dus eigenlijk is het ook een vorm van antropologie. Maar niet goed geïnformeerd. Dus ik denk dat... ik doe helemaal... Oh jezus, wie kijkt er allemaal mee nu? Sorry. Ik doe een paar sweeping statements hier, maar goed. Ik word echt steeds radicaler de laatste tijd. Maar nee, dus het lastige is dat... en er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan vanuit wetenschap naar culturele beleving, naar dat hele gebied. Dus ik denk dat er... Dat ik maak me niet zoveel zorgen of er veel onderzoek naar de cultuur gedaan wordt. Of naar ons gedrag. Wat ik jammer vind is dat we niet ontwerpend vanuit die cultuur en gedrag. Dus dat we onszelf niet nog meer manifesteren. Door onszelf ook ontwerpend te maken. Dus dat geldt voor de geesteswetenschappen überhaupt. Dat ik denk van, je kan analyse doen van wat is het gameverslaving. Ik ben benieuwd, hoe kan je vanuit andere opvattingen, vanuit andere ideeën, zorgen dat mensen niet gameverslaafd raken, maar toch wel spel kunnen hebben. Ja. Dus ik zou die draai graag zien. Ik zou graag zien dat we ons veel meer verbinden aan die waarden en van daaruit opereren, ja, dan alleen maar kritisch naar die cultuur te kijken. Maar ik heb niet helemaal uw vraag beantwoord. Maar ik denk dat duidelijk is, Marleen, het vraagt ook iets van ons als sector. Je kunt niet alleen maar naar die verandering wijzen en denken, dat hoeven wij niet te doen. Ook wij als sector. Ja, we laten ons veel te snel ook weer verleiden om over onszelf als product te praten. En dat is ook wat die formulieren van ons vragen. Ik weet dat er heel veel onderzoek naar gedaan is. Hè. Op dit moment wordt er natuurlijk heel veel wel onderzocht. Wat is impact? Is dat het aantal bezoekers of is dat wat mensen meenemen waarmee ze met andere mensen in gesprek gaan? Of dat nou een theatervoorstelling is of een boek wat je leest of een andere vorm van interventie die je doet. Ja. Dus is het, en dat gesprek, dat zit nog niet in de modellen waarmee de cultuur beoordeeld wordt. We moeten van die legitimatie eigenlijk naar valorisatie misschien, zoals ze dat in wetenschap ook doen. Maar ik wil nog een andere vraag stellen en dan gaan we naar jou, Jeroen. Want ik kan me voorstellen dat mensen in de zaal zijn of thuis die denken, ja, allemaal mooi dat 30 jaar in de mens denken en dan dat zwarte gat. Maar gaan we nu niet naar engagement denken? Is dat niet een nieuw corset voor de kunsten? Ja, kijk, als ik zeg autonomie bestaat niet, betekent niet dat iedereen plots verplicht maatschappelijk moet zijn. Dat zou een hele rare stap zijn, maar helaas wordt dat heel snel zo. Dus ook niet geëngageerd zijn is een positie die je in mag nemen. Kunst hoeft niet mooi te zijn, het hoeft niet per se te verleiden, het hoeft niet per se ons een mooie ervaring te geven. Het mag ook pijn doen en ongemakkelijk zijn en vervelend zijn. Want dat is het onderzoek wat je doet. Dus als iemand dat onderzoek doet en maar één iemand bereikt, dan is dat nog steeds wat mij betreft, kan dat artistiek onderzoek zijn. Ik vind dat de meeste mensen die met kunst bezig zijn of artistiek of met dat soort onderzoek bezig zijn, willen juist heel veel mensen bereiken. Bijna iedereen wil een publiek of wil mensen in het hart beroeren of wil iets veranderen of een interventie doen. Dus ik maak me helemaal nooit zo zorgen over de wens van mensen om zich met die samenleving, met mensen te verbinden. Ik weet niet waar dat vandaan is gekomen, dat iedereen op een zolderkamertje wil zitten. Dat is helemaal niet waar. Je hebt momenten nodig dat je op dat zolderkamertje zit. Dat is wat je hebt een ruimte nodig om daar te zitten en dingen te kunnen doen waar niemand nog van weet of het zinvol is. Maar daarna zoek je gewoon mensen op. Ja, je zei ook in dat zoveel mogelijk mensen vaak. Ja. Kunst is een manier om je te verhouden tot de wereld om je heen.
Ook wel mooi. We gaan naar de laatste vraag voor Jeroen. En dan gaan we door. Ja. En elke keer als Marleen dan weer... Ben ik te horen? Ja. Ja. Elke keer als Marleen dan weer antwoordt... dan zit mijn hoofd weer bij jouw laatste zin... in plaats van waar ik de vraag over wilde stellen. Sowieso word ik wel door die 10%-regel gestimuleerd. Ik dacht ook van eigenlijk moet elke commissie... elke adviesorgaan zou eigenlijk ook 10% creatieve of kunstenaars misschien wel moeten hebben. Maar mijn vraag was eigenlijk over iets anders. Je had een pleidooi over het openstellen van een fonds... waar onderzoek gedaan kan worden, een wetenschappelijk fonds... liefst ook toegang tot NWO. Daarmee, dat lijkt een pleidooi van nou, wij moeten een plek in de wetenschap krijgen. Of moet de wetenschap nou, en dat is mijn vraag... eigenlijk ook een beetje stretchen en ons toelaten. En dat zou ook betekenen dat je, er wordt al mee geëxperimenteerd hoor... dat er ook eens een PhD, een artistic PhD mogelijk is. Ja. Dat er vakgroepen komen of hoogleraren. Die kant op. Ja, maar jongens, dat is er al. Dat is er al. Ja, ik wilde net al zo irritant iemand zijn die dan niet iets wil vragen... maar iets wil zeggen. Roep Want maar. We hebben het over wetenschap, maar ik wil ook heel graag... het praktijkgericht onderzoek inbrengen. En dan met name op de kunstvakkenhogescholen. Ja. En daar loopt inderdaad een pilot om Klopt, die SIA. Trajecten. Ja. Ja, en SIA is er. En dat gaat heel erg over onderzoek... op die combinatie van creatief, artistiek en maatschappij. Dus daar lopen allerlei... Vind je dat niet heel erg langzaam gaat? Die discussie is namelijk al 10 jaar bezig. Ja, maar en nog steeds leidt het niet tot een PhD. Nee, tot een PD. Ik vermoed... Het is een PD-traject. Maar ik vind het ook... Het heeft heel erg lang geduurd. Maar we zitten er nu wel in. Dus we moeten ook vooral... Laten we de steven nou vooral op dat praktijkgericht onderzoek doen... via de kunstvakhogescholen. Ja. En niet ons weer richten op de wetenschap. De wetenschap is breder dan alleen... Ik denk... Ja, jij, dank voor jullie inbreng. ik proef dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is. Maar dat gaat nu wel gebeuren en dat is... Ja, Marleen. Nee, fantastisch. Die PD zeg maar, is een aantal interessante ontwikkeling. Het grappige is dat arts aan de technische hogescholen, technische universiteiten, veel minder een probleem is dan aan de geesteswetenschappenkant. Dat is echt opmerkelijk. En dat is ook omdat men minder te verliezen heeft. Dus de geestwetenschappen zitten al in het verdomhoekje en denken, oh god, krijgen die kunstenaars erbij. Terwijl die technische universiteiten gaat het goed mee. Die denken, hey, leuk, interessant, kom met ons samenwerken. Dat hele idee van ontwerpend en construerend is interessant. We zitten natuurlijk in Nederland in een rare situatie... dat die arts niet onderdeel zijn van academisch onderwijs en onderzoek. Dat is in Engeland anders, is in Duitsland voor een deel ook anders... is in Finland anders. Dus dat blijft. Dus dit soort, zeg maar, dus vanuit de hogescholen te gaan opereren... is inderdaad een route die dan begaanbaar is. Maar waar ik het natuurlijk ook wel over heb... is niet iedereen zit op een kunstacademie... en niet iedereen wil een PhD doen. Dus er zijn heel veel mensen die graag dus met wetenschappers samenwerken... Daar had ik met name een pleidooi voor. Dus perfect, moet alleen maar verder uitgebreid worden. Maar die NWO-programma's, om daar gewoon mensen die niet dus per se een PhD willen doen... dat niet willen doen als een... Weet je, we hebben het vanuit Waag PhD genoemd. Weet je, maar gewoon echt dat onderzoek waar ik net al die voorbeelden van onderzoek net liet zien... dat is bijna alleen maar te financieren vanuit Europese financiering op dit moment. Dus het is ongelooflijk moeilijk om dat type werk in Nederland gefinancierd te krijgen. En dat zou volgens mij makkelijk op te lossen zijn. Waarvan de akte. Dankjewel, Marleen. Even kijken, de microfoon is hier. Ja, ik heb hier een gedicht. En ik wilde eigenlijk vragen of er iemand is in het publiek die dat voor zou willen dragen. Wie? Kom op. Helemaal niemand? Nou, kijk eens. Sorry, ik had niet... Ja, die meneer. Ik zal... Wil jij wat ik ga voorlezen natuurlijk. Dat maakt het wel spannend. Oh, dit is van Luce Bert. De zeer oude zingt. Er is niet meer bij weinig. Nog is er minder. Nog is onzeker wat er was, wat wordt, wordt willoos. Eerst als het is, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft ijlings. Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk,
en aan alles gelijk. Als het hart van de tijd. Als het hart van de tijd. En toen zei hij, dat is oneerlijk naar de andere acteurs. Ik zeg, maar waarom is dat oneerlijk dan? Het is toch gewoon heel eerlijk wat ik vraag. En toen zei hij, ja, maar dan moet ik die andere acteurs dat ook gaan betalen. Toen dacht ik, oh, wacht even, dit is het omgekeerde eerlijk. Dit is, ik knijp iedereen af, behalve jou. Hij staat te trillen op de benen en ik... Ik zwaai terug. Nee. Nee. Ik ga mij niet klein laten krijgen. Als ik in een witte galerie of een witte expo-ruimte ben... van dat waarderen mensen mij... waarderen ze de kunst dan niet? Of waarderen ze alleen de kunst? Omdat het misschien van een andere origine heeft, zeg maar. Ik ben Trudy Klever. En ik ben al 31 jaar acteur. Ik ben Kenneth Edel. Ik ben nu 4 jaar bezig als kunstenaar sinds mijn afstuderen op de Gerrit Rietveld Academie. Ik zat in die zaal en op een goed moment gaat het beginnen. En dan gaan de lichten aan en dan moeten die mensen op. Nou, ik kreeg het zweet in mijn handen, plaatsvervangend. Omdat ik dacht, jeetje, je zal nu... weten, dadelijk moet ik op. Ik heb altijd geweten dat ik niet echt voor een ander wou gaan werken. Mijn centen op mijn eigen manier zou willen verdienen. En het liefst met iets creatiefs. En zo gaandeweg begon het idee post te vatten dat, ja, dat ik mezelf daar ook... nou ja, niet als zanger natuurlijk, want ik wist wel dat daar de kwaliteit niet lag, maar... Ik heb niet nagedacht over waarom kunst. Ik hou ervan. Nee, dat is zo! Luister, luister. Misschien is het goed te bedenken dat er voor deze meneer geen haast is. Ik bedoel, meneer hier gaat zometeen een legaat opstellen voor de camera, ja? Mijn kunst gaat meer over van... waar ik me mee focus, of focus is meer van waar wij als soorten mensen zijn en waar we graag naartoe willen gaan. Maar ook waar we vandaan komen. Het is natuurlijk eigenlijk bizar dat je als mens voor andere mensen iets staat te doen. Ik heb je. Klik. Ik doe mijn ogen dicht. Ik tel tot 3. Ik ruik, ik ruik. Het is voor iedereen bestemd. Like, ik wil dat je de schoonheid ervan ziet. Ik wil dat je de diepgang erin kan terugvinden. Like, de stiltes, de vlaktes, de kleur. Wij kijken ernaar en wij denken, oh Jezus, je zal erin zitten, zeg. Of, hey, hij doet dat zo. Of, ik voel me gehoord. Hey, dit heb ik ook. Het ziet er mooi uit, het bespreekt dingen, het bespreekt maatschappelijke onderwerpen. Maar esthetisch is het ook om naar te kijken. Ik kom uit een gewoon arbeidersmilieu. Toen mijn ouders uit elkaar gingen, was het echt schrapen geblazen. Ik had ook niet zoveel nodig. Ik ben niet materieel ingesteld. En dat maakt het makkelijker. Om meer je hart te volgen dan je portemonnee. Je moet geld verdienen. Je moet iets doen. Ik verkoop van tijd tot tijd verkoop ik wel wat werken. Maar zou wel graag willen dat het wat meer zou kunnen zijn natuurlijk. Ik wist wel van dit wordt hard werken. En het zal van mij uit moeten komen. Want, en ik moet erop af. Ja,
Hoe brutaal ik ook soms over mag komen, dat vind ik toch best lastig. Of dat vond ik best lastig. Soms kan ik me wel zorgen maken of er geld komt, maar ik heb een... Maar ze zeggen ook dat je geen kunstenaar moet worden als je gaat denken dat je geen geld gaat maken. Ik ging er eigenlijk altijd vanuit dat wat ik kreeg, dat iedereen dat kreeg. Maar dan ging ik gaandeweg dat we aan het spelen waren of zo, kreeg ik door dat het helemaal niet zo was. Dan denk je, oh, het is maar zo weinig. Zou mijn werk ook zo weinig betekenen? Voor die opening, ik trek gewoon echt mijn allerbeste kloffie gewoon aan. Like, het allernetst. Like, presentation matters, right? Want zo gaat men je onthouden. Je hebt zo netjes aan, maar het eerste wat je ziet is gewoon van een zijtasje dat naar de zij geschoven wordt en vastgehouden wordt. En dat geeft zo'n scheve verhouding dat je denkt, wacht even, jullie zijn een theaterbureau. Degene die de theater maken, die worden niet of nauwelijks betaald. En dan ook met een scherpe blik op jou, zeg maar, van er zijn geen woorden uitgewisseld. Maar degene die de zaken voeren, die krijgen gewoon cao betaald. Die krijgen een 13e maand, die worden vakanties doorbetaald. Mijn werk gaat een en al over kleur. Maar je kan de persoon die het heeft gemaakt, die van kleur is, kan je dan niet handelen in de ruimte. Ik dacht dat Nederland meer empathischer zou zijn. Probeer tolerant te zijn, maar het is ook wel moeilijk. Financiële stress is een monster. Ieder mens moet wonen, ieder mens moet eten en ieder mens moet premies betalen. En als je dat niet kunt, dan gaat het al heel snel bergafwaarts. Het is een beetje verrot hier. Gewoon hoe mensen ook naar je kijken omdat je een andere huidskleur hebt. En dan moet ik toch altijd denken aan die zin van alles van waarde is weerloos. Dat zijn wij. Onze hele samenleving is geneigd dat heel snel te vergeten. Waarom is er altijd zo'n fixatie over kleur? Ik vind de hardheid moeilijk. En ik vind de hardheid ook niet menselijk om alles met geld af te meten. Als dit niet zou spelen, hè? Als dat hele gedoe over kleur niet zou spelen, hè? Wat zou je dan schilderen? Ik denk dat ik net als Rembrandt zou willen schilderen. Gewoon iets te schilderen zonder dat je hoeft te denken van over racisme of iets. Maar is dan het kunstenaarsleven, het leven van jou als actrice, toch ook een klein beetje een soort van kansspel, waarbij je maar een beetje moet hopen dat je tegen de goede dingen aanloopt? Ja. Dat klopt. En dat maakt het ook heel zwaar. Ik weet wat ik maak. Ik weet wat ik doe. Ik weet waar ik naartoe wil gaan met mijn werk. Ik weet dat ik in ontwikkeling ben. Ik weet dat ik groeiende ben. Ik ben lerende. Ik ben nog jong. En als ik je dan vraag, zou je het overdoen? Dan zou ik misschien in weerwil van mijn verstand toch ja zeggen. Ik zou het zo weer doen. Ja, precies. Anna Noyons, je hebt deze film gemaakt. De werkelijkheid achter de werkelijkheid, denk ik.
Wil je er iets over vertellen, waarom je de film hebt gemaakt en wat het je heeft gebracht? Ja, zeker. De aanleiding van de film was eigenlijk... anderhalf jaar geleden werden we gevraagd door Kunst 92 als sociaal ontwerpbureau. Ik heb een sociaal ontwerpbureau. Dat wil zeggen dat we als ontwerpbureau ons bezighouden met maatschappelijke vraagstukken en ook daar oplossingen voor bedenken, vooral systemische oplossingen. Dat weten we, dat hebben we geleerd. Hè? Heel alles goed. Ze kwamen met de vraag... Wij zijn hoeder van de Fair Practice Code. Dat was een hele mooie gedragscode die opgesteld was door de sector zelf eigenlijk. Om misstanden en uitbuiting in de sector op te lossen of te adresseren. Alleen, dat was een heel mooi boekje geworden met allemaal mooie waarden en vertaald naar heel veel mooie tekst. En inmiddels was het ook zo dat de hele sector zich daar wel achter had geschaard. En erkende van hier moeten we iets mee, dit moet beter. Maar er was weinig concrete gedragsverandering merkbaar in de sector. En wij als sociaal ontwerpers houden ons bezig met gedragsverandering en met hoe je interventies kunt ontwikkelen om dat te bewerkstelligen. En dat werd uiteindelijk een ontzettend leuk project, een bijzonder project samen met Kunst 92 rondom dus die Fair Practice Code. En we hebben heel veel onderzoek gedaan daarbinnen naar het systeem, maar en heel veel gepraat met allerlei actoren daarbinnen, kunstenaars, instellingen, publiek. En uiteindelijk gezien dat... ten eerste, ik geloof er altijd in dat de meeste mensen deugen. Dat de meeste mensen goede intenties hebben en dingen graag goed doen. Maar dat er in het geval van de culturele sector ook wel echt systeemfouten zaten. En wij hebben als ontwerpbureau de ruimte gekregen om in samenwerking met Kunst 92 en hun fantastische netwerk... een aantal systeemveranderingen en interventies te ontwikkelen. Om te kijken of we dus de sector verder kunnen maken. En dat heeft onder andere geleid tot het Fair Practice Lab. Wordt eigenlijk nu door heel Nederland uitgerold. Dat is heel mooi om te zien. Maar ik werd toen ook gevraagd of ik iets wilde zeggen hier over de Fair Practice Code en over dat project. En een van de dingen... Ik wilde eigenlijk niet gewoon laten zien wat we hadden gemaakt. Of per se onze inzichten op een PowerPoint. Maar iets maken wat toch wel dat abstracte... van zo'n code verbindt met waar het om gaat. Waar we het nou eigenlijk om doen. Want dat is eigenlijk ook wat vaak in gesprekken of... in gedragscodes mist. Nog, denk ik. En daar is uiteindelijk dus deze korte documentaire uitgekomen. Samen met Floris-Jan heb ik die een hele goede documentairemaker is. Hebben we dit gemaakt. Wat ik heel mooi hier aan vind, is dat een probleem van de Fair Practice Code is dat het steeds wordt gereduceerd tot Fair Pay. In de praktijk zie je, want dat is makkelijk. Hè? Want geld, dat is helder. Je krijgt of te veel of te weinig geld. Maar dat doet eigenlijk tekort aan denk ik, wat er nodig is. En ook waar de Fair Practice Code over gaat. En wat ik heel mooi vind aan deze twee kunstenaars, wat ze laten zien, is dat het gaat ook over die andere waarden. Over transparantie en over duurzaamheid en over eerlijkheid. En de waarden die eigenlijk... uiteindelijk uitgedrukt zouden kunnen worden in geld, maar ook in heel veel andere dingen. Ja. Ja. En één ding wat ik ook daarin heel mooi vind aan wat zij zeggen is dat daarom heet het ook zoals het heet, dus alles van waarde is weerloos, dat kunstenaars maken ook gewoon kunst ondanks zichzelf en ondanks het systeem. Ook wat Marleen net zei, ik maak me geen zorgen over dat er nooit meer... dat er geen kunst zal zijn. Dat is denk ik niet de angst. Maar ik denk dat iedereen die daaromheen staat ook de verantwoordelijkheid heeft om dat te faciliteren en te beschermen. En ook de kunstenaar en daarmee de kunst ook tegen zichzelf een beetje te beschermen. Lijkt me duidelijk. Dank je wel. Dank je wel.
En ook dank aan Trudy en Kenneth en de mensen met wie je de film hebt gemaakt. En aan u voor het voordragen van het gedicht. We gaan even wisselen. We gaan zo dadelijk praten met Danielle Zawadi, Dalton Jansen en Anouk Nijens. En terwijl wij daar gaan zitten, dacht ik, misschien kunt u even om zich heen kijken en zien of er iemand is die je nog niet kent. En even hallo zeggen en misschien even iets wisselen van wat er vandaag is gebeurd. Ja. Dat gaat heel goed, hè? Oh, oh. Kunt u toevallig op uw vingers fluiten? Kunt u dat? Ja, fantastisch. Dankjewel. Ja. Nou, dat was een voorproefje. Zo dadelijk... Ja, gezellig, hè? Ja, zo dadelijk bij de borrel kunnen jullie verder praten. Hopelijk ook over de inhoud van vandaag. Wij gaan nu met jullie praten. Anouk, ik ga beginnen met jou. Anouk Nijens is theatermaker, journalist, podcastmaker en van alles en nog wat. Ja. Waarbij ze stevast werkt vanuit de positie van kritische kantelaar. Dacht, zo noem ik het maar. Porrend in alles wat politiek, wetenschap en samenleving beweegt. Ze werkte bij Frascati, waar ze samen met Rebecca de Wit de voorstelling De Zaak Shell maakte. Jullie zien hem hier. Ze schrijft voor De Correspondent en momenteel stort ze zich met Rebecca, Erik Wien en Lenne Grote op een meerjarig project rond Tata Steel in IJmuiden. Anouk. Zijn er medewerkers van Tata Steel in de zaal? Ja. Ik wil, je gaat straks ook nog iets voor ons doen, maar ik had toch... Waarom Tata Steel? Ja, waarom niet? Ja. Waarom Tata Steel? Dat suggereert dat ik op een gegeven moment wakker werd en dacht... ik ga iets met Tata Steel doen, wat niet zo is. Ik ben ook nooit wakker geworden op een dag dat ik dacht... ik ga voorstellingen maken over de klimaatcrisis. Dat is gewoon gebeurd, omdat ik niet anders kon. Dus ik denk dat... Ja, ik ben al vanaf heel jong... dat ik op de middelbare school zat, gingen al heel veel spreekbeurten over smeltende gletsjers en uitstervende dieren. En ik had al vaak een laatste PowerPoint slide en die kon ik dan voor alle spreekbeurten gebruiken. En daar stond dan op: een beter milieu begint bij jezelf. En dat kon ik dan zo mijn klasgenoten zo allemaal met dat vingertje zo inprenten. Maar daar raakte ik op een gegeven moment, dat geloof raakte ik helemaal kwijt. Omdat ik dan op barbecues werden ook heel ongezellig. En kerstdiners, omdat ik iedereen de maat ging nemen. En ik was eigenlijk al mijn politieke energie aan het gebruiken... voor het lezen van verpakkingen en mensen uitleggen dat ze moesten stoppen met vlees eten. En ik zag gewoon dat helemaal niet gebeurde om me heen. Dus toen zat ik in een totale crisis. En toen ben ik me eigenlijk veel meer gaan richten op machtsstructuren... En ik ben ongeveer 15 jaar geleden in Amsterdam-Noord komen wonen. En toen zat Shell nog, waar de Tolhuistuin nu zit. En daar woon ik ongeveer naast. Dus ik onbewust misschien denk ik dat dat de reden is. Dat ik fietste de hele tijd langs die hekken. En dan zag ik die medewerkers daar met hun boterhammetjes. En dus dat, ik weet niet. Maar ineens, dat is een beetje zo ontstaan. Dat ik me met bedrijven... zoals Shell en Tata Steel ben gaan bezighouden. Ik vind het...
Het is mateloos fascinerend, het is pijnlijk, het is drama, het is alles eigenlijk van deze tijd. Ja, in het hart van de tijd, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, dank je. We gaan zo verder praten. Ja. Dalton zit naast mij. Dalton Jans is danser en choreograaf. Op het snijvlak van hip-hop, urban, contemporary dance. En altijd met een missie om mensen in te sluiten die al te vaak buitengesloten blijven. Zo werkt hij onder meer met jongeren uit jeugdinstellingen en ook slachtoffers van huiselijk geweld. Dalton, ik las dat jij zoekt naar een humane manier van werken. Wat betekent dat voor jou? Wow. Ja, dit is beter. Ik ben op zoek altijd in mijn werk hoe ik het menselijk aspect... Laat ik het bij het begin beginnen. Is dat ik ben de kunst ingegaan omdat ik mezelf niet kon zien en zag ook. En door gezelschappen die ik zag in die gevestigde orde zijn... had ik dacht, soms wordt dans heel amusement. En dan is het een beetje zo van een borrel eigenlijk. En dan zie je dans. Maar ik vond... Mensen die subsidie krijgen, die moeten ook de wereld kunnen bevragen. Dat vind ik, zeg maar. Dus daardoor ben ik werk gaan maken over maatschappelijke thematieken. Wat ik heel belangrijk vind in onze samenleving. Waar soms nog niet de oplossing is voor mensen die het beleid schrijven. Of mensen die daarmee bezig zijn. En door middel van het zien van kunst kan je soms oplossingen zien, zeg maar. Wat de... Volgens mij zei die mevrouw dat heel mooi net. Ja. En ik vind het belangrijk om te kijken... omdat ik ook werk met mensen van kleur. Dat is echt mijn... waar ik heel erg achter sta. En waar ik ook niet alleen maar... ook het witte perspectief... omdat ik het belangrijk vind om de wereld te verbinden... in alles, zeg maar. Maar heel veel dingen komen ook uit persoonlijke verhalen. En soms is het heel goed om te zien... je eigen mensen van kleur. Omdat dat ook een referentie geeft aan hoe je wilt werken. En omdat ik vaak met mensen uit de hip-hop scene werk... moet je ook andere codes hebben. Dan gaat het over... ik kan niet met de codes komen hoe mij is aangeleerd... vanuit een kunstvakacademie of gewoon het systeem. Sowieso is systeem heel moeilijk woord, want waar hebben we het dan over? Ik heb het gewoon eigenlijk over mensen die... de westerse codes hebben aangezet dat de enige ding is van... de enige waarde is eigenlijk. Ja, de norm. De enige norm ook, ja. En ik probeer gewoon in dat hele menselijke aspect te bevragen waar we zijn. Dus daardoor denk ik ook dat ik gewoon fucking goed ben in mijn werk. Ja, ja dat zeg ik gewoon omdat mensen mij willen werken... omdat ik hun op een menselijke manier benaderd en niet alleen als een danspoppetje die even gewoon in de ruimte komt... omdat er 1000 anderen zijn. Ja, dankjewel. Klapte mij. Yo. Ik weet niet of je nog durft, Danielle, met die microfoon. Danielle is dichter. Ze schrijft proza, theaterteksten en columns. Treedt op als spoken word performer. Waarvoor ze ook een collectief heeft opgericht. En Danielle, als tweede generatie Congolees in Nederland... moet het verhaal van Kenneth Aidoo... in de film, die we net zagen, jou wel hebben aangesproken, denk ik. Is het nog mogelijk om te ontsnappen aan dat identiteitsframe? Of moeten we het daar juist over hebben? Ik denk aan de ene kant... we kunnen niet kleurenblind zijn. Maar ik denk ook dat het heel erg persoonlijk gedreven is. Hij gaf aan van hoe zou ik maken als het niet alleen om mijn huidskleur zou gaan. Dan zou ik maken zoals Rembrandt, geloof ik. En als ik dat dan naar mezelf toe trek en zie hoe het voor mezelf is begonnen. Ik ben gaan schrijven omdat ik het leuk vond. Zonder dat ik wist dat er een wereld daarbuiten was. Dus heel erg die vraag van zou je schrijven als niemand het zal lezen? Het antwoord voor mij is daarop ja. En hoe de wereld daaromheen dan beweegt en reageert... dat is voor mij dan spoken word geworden. Omdat ik direct wilde reageren op wat ik om me heen zie. Wat is je vraag ook alweer? Nou, volgens mij heb je het antwoord wel gegeven. De vraag was of je aan dat identiteitsframe zou moeten willen ontsnappen... of dat je het er juist over moet hebben.
Maar... Ik denk dat we het er juist over moeten hebben, maar op de plekken wanneer het gepast is. Ja. Dus niet iemand overvallen met, oh, jij bent van kleur, dus we gaan het hebben over alle problemen van iedereen die van kleur is, heeft een vertegenwoordiger. Want daar zit niet iedereen op te wachten. Ja. Maar iemand die zichzelf voorstelt en ook aangeeft, ik ben er staar voor open om het hierover te hebben. Ja. Dat zijn veilige kaders, omdat ik zelf uit ervaring ook heb meegekregen. Dat is gewoon... heel onbeleefd. Het kan heel pijnlijk zijn. Het kan ook niet fruitvol zijn wat er dan uitkomt. Dus zolang dat soort dingen duidelijk is, wederzijdse toestemming. Ja, dat komt goed. Ja, ja, we hebben inderdaad in die film, zegt Kenneth Aydoe, dat daar ook iets over. Hè? Maar het gaat natuurlijk ook in de bewoording van Trudy Klever over de stille armoede in de culturele sector, die daar nog steeds is. En ik heb jullie net alle drie gevraagd naar, nou, pressing matters. Dingen waar jullie mee bezig zijn, denk ik, in je werk. Waarom is het zo belangrijk om ook echt als kunstenaar met die dingen bezig te zijn? We gaan steeds het rijtje, maar jullie mogen ook antwoorden. Ja, kan door elkaar. Ja? Oké. Okay. Oh, jij hebt nog een... Waarom is het zo belangrijk om als kunstenaar... met pressing matters bezig te zijn? Met dingen die je 's nachts uit je slaap houden? Oh ja, ja, ja. Kan ik weer zeggen waarom niet? Dan moet ik denken aan een vraag die ik eigenlijk in ieder interview krijg. Jij hebt hem nog niet gesteld, maar... van de journalisten die mij dan interviewen van... ben je nou een activist of een kunstenaar? Dus blijkbaar als je dus met de klimaatcrisis je bezighoudt, dan is dat een vraag die gesteld wordt. En dat vond ik in het begin een hele irritante vraag. Ik werd er ook een beetje onzeker van, omdat ik het gevoel had dat journalisten mij wilden ontmaskeren of zo. Maar toen ben ik daar langer over na gaan denken. En ik denk eigenlijk dat ze me vroegen, wat is nou eigenlijk de rol van een kunstenaar in de klimaatcrisis? En ik denk dat kunstenaars echt een wezenlijk andere rol hebben dan activisten of journalisten. En dat gaat over het feit... Nou, ik zat deze week, bijvoorbeeld moest ik aan denken toen ik volgens mij naar Marleen aan het luisteren was. Er is nu op de Technische Universiteit Eindhoven gaan ze een soort speciaal klimaatvak inrichten voor de meest hardnekkige beta's. En een onderdeel van dat vak nu is een voorstelling van mij, de zaak Shell. Dus die beta's moeten verplicht de zaak Shell kijken. Omdat die professoren, dus onder andere Helene de Koning geeft dat vak, zei, ja, het lukt gewoon bijna niet om, zeg maar, die klimaatcrisis is eigenlijk een soort cijfercrisis in hoofden van mensen. En het moet gewoon meer naar het hart gaan zakken. En ik denk dat daar een wezenlijke rol voor kunstenaars ligt. Ja, ik ben dan nu, zit dan in dat hart, denk ik. Of dat kan ik wel raken bij toeschouwers. En ik ben nu ongeduldig, want ik vind dat het naar de handen door moet schieten. Dus ik zit weer moeten in wat doen. Volgend ja, soort ja. ding. Maar ja. Hey, want ja, dat sluit ook wel aan op wat Lisbeth zei. Hè? Van, ik vertaalde dat in mijn hoofd van effectiviteit naar affectiviteit. En daar de rol die daar dan is. Maar laten we aannemen dat jullie alle drie nieuwsgierigheidsgedreven onderzoekers zijn. Wat voor antwoord geeft de samenleving op jullie onderzoek? En wat heb je nodig? Wat voor ruimte heb je nodig? Danielle? Mooie vraag. Wat voor antwoord geeft... de samenleving op je onderzoek. Voor mij is het heel veel verbinding en het idee dat je niet alleen ergens voor staat. Mijn broertje die zei een keer van ja, iedereen is uniek, maar na een tijdje stopt dat. En ik vind dat idee zo warm, omdat ik dan weet dat ik niet alleen ben in de verhalen die ik deel, de verhalen die ik hoor en de ontmoeting die ik ook wil opzoeken. En dat krijg je ook terug. Voornamelijk dan binnen spoken word. Het voelt heel erg aan als een community, als verhalen die je kunt delen in settings waarbij je aangeeft van hey, ik heb een bepaalde veiligheid nodig. Oké, we gaan met z'n allen daarnaar op zoek. Dat is voor mij heel erg warm en ook heel erg ook onderdeel van de kunst. Als in dit bestaat niet zonder de mensen om me heen. Ja. Wanneer het neerkomt op spoken word. Het bestaat niet omdat ik mijn ego eventjes wil voeden. En die uitwisseling kunnen hebben is
ja, is zo warm, is zo mooi. En ook echt iets waarvan ik ben blij dat ik het heb ontdekt. Omdat dat mijn begrip op kunst niet bestond voordat ik dat heb ontmoet. Wauw, mooi. En hoe is jouw begrip op kunst dan veranderd daardoor? Heel erg. Ik dacht, en dat is toen ik 17 was, dat als je kunstenaar gaat wilt zijn of iets daarin wilt doen, dat je dan gewoon arm bent of superrijk. Dat was het enige wat ik dacht. En ik zat op een middelbare school waar we geen kunstvakken hadden. Dus dat was sowieso ook al een beetje van doe dat maar niet. Dus de plek waar ik iets kon doen met schrijven was inderdaad in de zolderkamer thuis. En dat was het. Dus dat was leuk, maar dat was alleen ik en mijn zus en mijn broertje die het niet geloofden. En pas toen ik naar de stad was gegaan en het zeg maar zag en dus het hele idee van oh, iemand kan een theatermaker zijn. Gewoon dat woord kende ik niet, laat ik zeggen. Iemand kan danser zijn. Iemand kan op een avond iets willen organiseren. Iemand kan mensen vragen om te komen kijken naar iemand die een verhaal voorleest. Ik wist dat niet. Ik wist dat helemaal niet. En die, ja, die warmte en dat begrip wat je kan geven, dat is zo cruciaal geweest. En ik was ook een beetje van waarom is dit geheim gehouden voor mij, laat ik zeggen. Ik weet weer niet wat je vraag is. Sorry. Ja, toch heb je al een heel mooi antwoord gegeven. Dat om de, als het gaat om de ruimte om te kunnen maken, om dingen te kunnen maken die ook raken, wat heb jij dan nodig? Welke ruimte heb je nodig? Geld. Nee, het is wel waar, maar ook al grapje. Wat ik nodig heb, is denk ik ja, dat je je artistieke praktijk altijd kan blijven onderzoeken. En daar zonder soms dat er geld is, soms gaat het ook over vertrouwen. Want ik merk soms dat waar ik heel veel moeite mee heb, dus wat ik net al zei met het systeem, dat een bepaalde kijk heeft over hoe kunst geproduceerd moet worden, zeg maar. Ja. En hoe wat kunst ook is. En dat dat soms heel erg gaat over de codes die we dus al kennen, zeg maar. En ik vind dus die soms super saai. Eigenlijk, naar de hele vorm van hoe je naar het theater gaat, dan zitten we weer. Snap je, het is echt een hele vorm. Dus je wil, als ik je goed begrijp, ruimte en vertrouwen om het anders te kunnen doen? Dat als allereerst, want anders kan ik ook niet mijn kunst maken. Ja. En, okay. En dat vind ik wel mooi. Wat die jongen net, wat is zijn naam, sorry? Kenneth, I do. Ja, Kenneth. Ja. Wat hij net zo zei, is dat ik voel me altijd zelf ook een beetje gekkig in de theaterwereld, omdat ik mijn eigen ding aan het doen ben. Ik word er wel voor gewaardeerd, maar soms voel ik van waar zit dan de waardering echt, zeg maar. Ja. Want ik, de volgende stap kan ik niet maken. Ik heb het ook met jou erover gehad, is dat ik ben een jonge maker. Dus zo word ik de hele tijd geïntroduceerd. De hele tijd. Zeg maar. En ik ben al een tijdje bezig. En ik heb nu gewoon geaccepteerd. Oké, als jullie mij jonge maker willen noemen. Zeg maar. En, maar wat ik dus merk, is dat er een subsidiestructuur is in Nederland, waarbij je eigenlijk gaat, het gaat niet over het onderzoek doen over je artistieke praktijk. Het gaat allemaal over het produceren. Ja. En waardoor ik de hele tijd in een soort van versnelling kunst moet produceren, waarbij ik voel, maar wat is dan het onderzoek wat we met z'n allen doen? Want bijvoorbeeld bepaalde instituten, grote instituten, dan zie je dat de grote makers mogen gewoon een jaar gewoon met hun dansers in de ruimte lopen fladderen. En ik moet in 6 weken moet ik iets maken waar ik op hetzelfde niveau word beoordeeld. Ja. Zeg maar. Ja. Ja, laten we het even over geld hebben. Toch. Want we hebben het daar ook over gehad, hè, Anouk? Ik noem het altijd poen. Poen. Ja. Poen. Want die 10% transitiebudget, wat zou dat voor jou betekenen als je daar gebruik van zou kunnen maken? Ja, best wel veel, denk ik. Ja, ik zit nu in een soort, als we het over poen hebben, in een soort unieke situatie.
Ik ben ook totaal geen jonge maker meer. Ik vind het wel een eer dat ik hier aangekondigd word als jonge maker. Wat dat betreft, op een gegeven moment ben je op een leeftijd dat het een eer wordt. Ik had dus met Rebecca samen de zaak Shell gemaakt. En zo, iedereen zei, wauw, zo, de wereld ligt aan je voeten en bla bla bla. Dus ik dacht, nou, kom erop met die poen, zeg maar. Ik heb... En toen dacht ik, nou, dus ik ging naar een aantal fondsen. En toen bleek gewoon eigenlijk dat de manier waarop ik de zaak Shell met Rebecca samen heb gewerkt. Dus we hebben 3 jaar onderzoek gedaan. Dat helemaal niet binnen de reguliere structuren past. Ja, wel als je in de meerjaren en zo zit. Maar ik zat bij Frascati, weet je wel. Ik had een slapende stichting. Mijn broertje was voorzitter. Ik had dat ooit een keer zo op de fiets opgericht. Ook met een hele verkeerde naam. Dus die naam is ook, klopt nog helemaal niet en zo. Dus ik was eigenlijk helemaal... Ik dacht, hè, oké. Dus mensen willen dit, maar ik kan het helemaal niet maken binnen de structuren die liggen. En toen heb ik dus Lene ontmoet, die zit daar, dat is mijn zakelijk leider. En toen veranderde alles, mijn hele leven. Nu zit ik in een soort hele, ja, best wel echt bijzondere situatie, dat ik dus door een aantal particuliere fondsen ondersteund word. En die zeggen gewoon, ga maar onderzoek doen, weet je wel. We zien je over 2 jaar weer. Oké, dit is een beetje gechargeerd. Maar doe maar. En ik kan dus nu gewoon onderzoek, zeg maar. Ik kan in zo'n zaal rollen als die choreograaf, wat ik niet doe. Maar ik kan ineens gewoon doen. Ik kan, zeg maar, ben al 2 jaar nu met Tata Steel bezig. Ja. En dan kan je als kunstenaar, dus als je zo'n groot zeg maar dossier op je bord hebt, dan kan je dus echt op een gegeven moment kom je in een laag. Dus ik graaf, graaf, graaf. En op een gegeven moment wordt het steeds stiller. En dan kom ik af en toe nog een wetenschapper tegen of zo. Maar dan zit ik dus met die TU Eindhoven. En die zeggen, ja, we willen wel een vervolggesprek. Want misschien kan jij ons dan een beetje doseren over Tata Steel. En ik denk, wow, ik krijg mailtjes van toeschouwers die bij bedrijven werken. Die, zeg maar, grote bedrijven, miljardenbedrijven, die, zeg maar, de banden met Rusland hebben doorgeknipt. En dan nu wel een opdracht met Tata Steel of Shell hebben. En ethisch dat niet meer. En dan zeggen ze, ja, de enige die ik dacht die kon mailen, dat ben jij. Kan je misschien komen praten met ons? Dus Anouk, in die ruimte heb je een enorme relevantie gevonden. Ja, maar ik heb echt, dit is totaal niet volgens mij waar ik nu ben, zeg maar, soort... Het is een uitzondering. Ja, volgens mij is het echt, en dus ik moet er ook heel erg van genieten, en dat doe ik ook. En ik voel me ook. En het is een uitzondering, want dat kan via de private fondsen. Ja. Het kan niet via overheidsfondsen. Nee. En jij hebt nu dit geluk, maar over 3 jaar moet je nog maar zien. Ja, we hebben het in gesprekken ook wel gehad over de vraag, zou er niet een basisinkomen voor kunstenaars moeten komen? Misschien liever nog voor iedereen, maar nou ja. Laten we het hebben over kunstenaars. Wat zou Dalton een basisinkomen voor jou kunnen betekenen? Heel veel problemen met de Belastingdienst, denk ik ook. omdat ik ook zzp'er ben. Ik zit altijd in panels omdat ik niet alleen maar hier ben om voor Dalton Jansen, maar ook voor mijn hele hip-hop community. Hip-hop bestaat dit jaar 50 jaar. Dus ongeveer 25 jaar in Nederland. Alida Doors, Lloyd Marengo, Marco Gerres hebben ruimte gemaakt. Eigenlijk, of ruimte gepakt. Dat is iets anders, niet gemaakt, maar gepakt om in het theater te staan. Die zijn echt, nu worden ze heel erg erkend. Dat is super mooi. Zeker Alida, zeg maar, die een directeur is geworden van een theater. De grootste theater van Nederland, Theater Rotterdam. En een van de grootste, sorry. Voordat ik daar allemaal mensen heb. Ja. De gang. Wat ik hiermee wil zeggen eigenlijk is over inkomen, is dat ik eigenlijk strijd voor dat hip-hop dansers eigenlijk niet worden gebruikt als tokenism. En wat ik daarmee wil zeggen eigenlijk, dus dat wij onze kunstje mogen komen doen, zeg maar voor 300 of 150 euro, 150 tot 300 euro.
deuren om even te dansen in iets, even in de galerij of ergens, hoe noem je dat, bij de foyer. Maar dat wij erkend mogen worden in onze kunstvorm. En wat ik daarmee bedoel, als je kijkt naar het battle scene, battles, daar win je geen geld mee. Het is nu heel uniek dat Menno van Gorp naar de Olympische Spelen gaat en India vanuit breakdance, want die maken nu een soort van awareness of what you practice the whole day in de studio, en dat kunnen we niet uitvoeren. En wat ik hiermee wil zeggen eigenlijk is dat er, ik hoop in overheidsfondsen en in alle structurele fondsen dat hip-hop zich erkend mag worden, ook in de contemporary wereld of in de balletwereld, ja. Dat wij hetzelfde mogen gaan verdienen. En tuurlijk, het is heel moeilijk als hip-hop danser in welke schaal zit je, omdat we heel veel gaan niet naar een kunstvakopleiding. En dat, hoe zitten de skills eruit? Ja. Bijvoorbeeld, je kan iemand niet in jaar 1 zetten, zeg maar in de schaal, want wij hebben misschien 10 jaar gebatteld. En dat bedoel ik met basisinkomen, is dat het heel mooi zou zijn, is de basisinfrastructuur, de BIS, dat er eindelijk misschien een hiphopgezelschap tussen gaat komen. Want er zijn nog steeds 5 gezelschappen vanuit westers, contemporary, denkend, die alleen maar 12 tot 6, misschien NDT heeft 28 dansers, die krijgen gewoon elke maand fully payment en hiphop scene krijgt niks. Oké, Dalton. Dus als ik je goed begrijp, als er zo'n basisinkomen is, dan betekent dat dat er een soort level playing field is voor al die dansers en al die verschillende genres. En dat de hiphop daar een vanzelfsprekend onderdeel van kan zijn. Ja, en dan ga je ook voelen dat je betaald wordt voor je training. Ja. Want dat is wat je ziet in de bisgezelschappen. Die dansers krijgen betaald, ook niet alleen voor de uitvoer, maar ook voor hun training. Ja. Zeg maar. En dat is. En bij hip-hop denken mensen, oh ja, het gebeurt maar. Maar wat denk je wat wij moeten doen? Heel de dag battles doen, reizen, workshops nemen. Het is werk, het is tijd, het is aandacht, het is energie. Ik vond het eigenlijk wel heel mooi wat Trudy Klever zei in die film. Van instituties zorgen goed voor elkaar en de samenleving zorgt goed voor instituties. Zie daar de positie van de kunstenaar, die geëngageerd moet zijn, zich verbinden moet met de wereld om hem heen, met alle grote opgaven, maar daar eigenlijk nog steeds niet fatsoenlijk voor betaald wordt. Danielle, hoe ziet jouw ideale ruimte voor kunstenaars eruit? Financieel, inhoudelijk? Ik denk aan de ene kant dat we twee kanten op kunnen gaan. Aan de ene kant blijven we binnen dit systeem. En dan zou ik hopen dat iedereen die maakt ondersteund wordt. Want ik denk dat we nu te veel vragen van kunstenaars. Je moet artistiek iets te vertellen hebben. Je moet financieel weten wat je zegt. Je moet je website kunnen maken. Je moet weten hoe je subsidie kunt krijgen. Je moet best wel veel kunnen doen. En ik zou willen dat zeg maar, al die dingen die daaromheen zeg maar, gebeuren ook worden gezien als een baan dat iemand zou willen doen om een artiest te kunnen ondersteunen. Dus dat het echt, dat alles eromheen gezien wordt als een gebouw of als een huis, ja. Of als een droom dat we waar gaan maken. En vanuit je eigen kwaliteiten. Dus ook iemand die niets met kunst te maken heeft, kan wel degelijk een kunstenaar helpen. Zeker, en dan heb je het in feite over een goed makersklimaat. Een heel goed makersklimaat. Ja. Aan de andere kant wil ik een revolutie. Ik geloof niet meer in hoe het nu gebeurt. Aan de ene kant ben ik vrij pessimistisch wanneer ik kijk naar de toekomst. Ga ik het overleven? Letterlijk, figuurlijk. Hè? Mm-hmm. Als we zo doorgaan, het idee van kinderen hebben, liever niet als we zo doorgaan, laat ik zeggen. Dus ik wil het liefst de revolutie op alle niveaus. Dat we anders gaan denken over het maken. Dat we anders gaan denken over hoe we kijken naar iemand die iets wil maken. En dat het niet meer zo'n grote vraag wordt van, oh, je maakt en je bent van kleur. Dat niet meer op die manier wordt behandeld. Maar wel dat die geschiedenis erkend wordt. Dit kan eigenlijk niet meer langer zo. Echt niet. Hey Danielle, en als er nou zo'n wetenschappelijk consortium is en die zeggen, goh, wij willen eigenlijk nog zo'n schrijver in ons midden, zou jij dan je vinger opsteken van, hey, dat is interessant, dan doe ik met jullie mee aan dit nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek? Ik persoonlijk wel. Ja? Maar is zo'n vraag ooit gesteld? Een beetje. Okay. Zij wisten ook niet wat ze wilden, ik ook niet. Oké.
Ik persoonlijk wel, maar ik vind het geen een must of zo. Het is mooi. Ik denk dat daar wel zeker mensen zijn die daar interesse in hebben. Maar waar ik dan bang voor word, is dat je je dan weer moet verklaren. Van, oh, ik wil deze ruimte omdat ik met de wetenschap ga werken. Ja. Omdat ik iets ga doen wat te maken heeft met wat we net in het nieuws hebben gezien. En dat het dan niet meer is van, oh, ik wil maken omdat ik het wilde maken. En dat vind ik jammer. Dat hoop ik eigenlijk niet. Dat het zo... Het moet wel een vrije ruimte blijven. Precies. Ja, oké. Okay. Hey, we hebben tijd voor één of twee vragen uit de zaal. Ja, daar achterin is een meneer. Dus als Vivian, als jij naar die meneer rent, is er nog één iemand anders die daarna wil? Nee? Oké, okay, mooi zo. Nou, dan bent u de enige. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Jeroen Spijker. Ik ben beeldend kunstenaar, met name beeldhouwer. Ja, wat net ook al even werd aangegeven, dat is bijvoorbeeld de structuur van de subsidies in Nederland. Als ik een aanvraag ga doen, dan ga ik naar soms 8, 9 fondsen. En dan ga ik allemaal een bedragje aanvragen. En dan krijg ik allemaal antwoorden terug, ja of nee, of de helft. Of super inefficiënt. Dus ik zou eigenlijk willen dat in Nederland de fondsen gekoppeld worden en dat je een aanvraag kan doen en dat een van de fondsen je volledige aanvraag oppakt. Dat kost zoveel minder energie, zowel voor de kunstenaars, maar ook voor de fondsen zelf. Ja. En dan weet je meteen waar je aan toe bent. Dat zou een super efficiënte slag zijn voor alle vormen van beeldende kunst. Ja, dank u. Nou, Jeroen, het duurt nog wel een beetje lang, maar er komt een stelselherziening aan, 2029. En ik weet zeker dat dit soort vragen daar ook wel een rol in gaan spelen. Als het gaat om die ecosystemen, om de integraliteit van al die opgaven, dan zullen we na moeten denken over manieren van ontschotting in dat systeem. Ik heb het ei van Columbus ook nog niet gevonden, hoor, maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Misschien tot slot even met jullie. Hè? Want als ik terugkijk op mijn eigen week, dan zat ik zondag in een symposium over verduurzaming bij Radius in Delft. Een heel mooi nieuw platform voor hedendaagse kunst en ecologie. En ondertussen kwamen de beelden door uit IJmuiden. Want daar zaten op strand bij Tata Steel speelde een punkband en een klassiek orkest speelde Peer Gynt. En gisteren protesteerden muzici, 4000 makers uit het jazz, geïmproviseerde muziek, wereldmuziek, bij de Tweede Kamer en in Hilversum. Omdat ze eigenlijk vinden dat muziek gewoon ook divers moet zijn, ook op de Nederlandse radio. En ook op de Nederlandse... Kika, ja, was je erbij? Nee, nou ja. Dus er wordt best wel heel veel actie gevoerd. Is dat toch de manier? Want jij zei, je wordt wel gezien als activist. Maar moeten we toch allemaal een beetje, als we die systeemverandering, ik bedoel, moet je dan niet ook toch een beetje activistisch zijn? Of juist heel erg? Hoe kijken jullie daarna als jonge makers? Ja. Oh, boy. Ja, excuus. Ja. Ja. Ik ben denk ik wel de jongste. Ja. Is er iemand jonger dan 99 hier zo? Van het jaar 99? Ja. Jaar 1999. Ik heb zelf een beetje moeite met de term activistisch. En je bent nu heel strijdlustig. Je bent nu heel dit of in de sens. Want wanneer je, tenminste voor mij, dan wanneer ik een verhaal te vertellen heb, dan heb ik het te vertellen en dan ga ik het doen. En dan heeft het waarschijnlijk, hè, als het dan ook te maken heeft met de wereld om mij heen, dan zal dat dan ook wel zo zijn. En om die verantwoordelijkheid bij alleen makers te zetten, dat vind ik niet evenwichtig, laat ik zeggen. Mm-hmm. En ik vind het wel goed dat daar ook naar geluisterd wordt. Ik vind het heel goed dat erkend wordt dat ook vanuit of met kunst ook wel degelijk geschopt wordt, geroepen wordt, aangewezen, aangeraakt. En dat het soms ook pijn kan doen en kan scheuren. Maar ik wil het niet verklaren. Wat ik zeg maar heel akelig vind is als iemand zegt van, wil je iets voor ons doen omdat we het niet kunnen, omdat we het zelf lastig vinden om het aan te raken, maar wil jij het dan aanraken en mooi maken en dan wil jij daar maar even iets mee doen en dan omwille hoe ik eruit zie, dan gaat dat nog een lading geven of zo.
laat dat maar gewoon aan de maker zelf over. En de noodzaak daarvan, die komt naar buiten. Sowieso. Het probleem is er. Op alle lagen zal een kunstenaar wel duidelijk maken dat er een probleem is. Maar die andere weg, dat, je ziet het aan me. Het is niet mijn wijk. Ja, ja. Het komt voort uit de inhoud. Dalton, wat wil je ons nog meegeven als tot slot? Even die andere microfoon pakken, die galmende. Hallo. Ja. Wat ik jullie wil meegeven... kijk, wat ik heel mooi vind van deze tijd eigenlijk... en ook een beetje... Het schuurt ook een beetje, toch? Het schuurt, zeg maar. Is dat je open moet staan. Er is geen keus meer. Er is een nieuwe generatie. Ik geef ook heel veel les... Je moet openstaan om het dialoog aan te gaan met de nieuwe generatie. En ook al gaat het soms tegen je principe over LGBT-denken... want je snapt het niet, want er is nu ook non-binary. En je denkt, wat is dat bijvoorbeeld? Zeg maar, hoe plaat je die mensen? En ik ben echt voor de slag van de verdieping... en openstaan in de human aspect, zeg maar... And the human aspect for me means that you're standing open and not have always your certain opinion, but sometimes you're listening to the voice of the person and really listening. You understand? Mm-hmm. Like, mm-hmm. I'm going international, sorry. But in sense of, je weet toch, dat je echt luistert. Want ik heb het soms het idee in Nederland, iedereen is maar aan het schreeuwen. En niet alleen, of in de kunstsector, wie die vindt wat. Maar soms luisteren we niet, zeg maar. En ik ben ook een beetje zorgen aan het maken, want ik geef heel veel les in de nieuwe generatie. En ik weet niet, kijk, iedereen heeft waarschijnlijk misschien een Apple-telefoon hier in de zaal. En ik weet, Apple is echt... op een manier op dit moment bezig met een Apple Pro Vision. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Geen idee. Dat is een nieuwe bril wat eigenlijk vervangbaar gaat worden voor... dat je ook kunst kan gaan kijken en dat soort dingen. Dus het live kunst gaan bekijken gaat minder worden waarschijnlijk. Omdat als er iPhone 15 uitkomt, wilt iedereen weer de nieuwe iPhone. Dus blijf dat menselijke. Blijf ook echt dat gesprek aangaan over het menselijkheid van kunst, zeg maar. Dat is mijn missie. Ja, mooi. Dankjewel. Anouk, jou zien we zo dadelijk nog terug. Dalton, Danielle, Anouk, applaus. Ik zal je nooit meer jonge bakers noemen. Ja. Ja. En dan schuif ik een plekje op. Nou ja, want dan kom jij erbij, hè, Marianne? Wil je hier? Ja, ja. Ja, je krijgt meteen een open doekje. Ik heb nog helemaal niets gezegd. Ja, ik ontdek net dat ik dat wat ik wilde zeggen thuis heb laten liggen. Maar er is hier zo ontzettend veel voorbij gekomen. Dat het ook eigenlijk best wel lastig is om daar nog iets aan toe te voegen. 30 jaar terugkijken. Als ik dat zou gaan doen, dan zitten we hier over 2 weken nog, denk ik. Dus dat gaan we ook maar niet doen. Ja, we gaan toch een poging doen. En ondertussen zien jullie daarboven de beelden voorbij komen van 30 jaar. Dit is ons eerste manifest. Frans de Ruiter zit ook in de zaal, dus dat vind ik heel leuk. Misschien wil die ook nog wel eens wat zeggen. Ja. Maar dat boekje wat je net zag, daarin... Ik heb het laatst nog eens even helemaal door zitten lezen. Daar stond eigenlijk alles al in. Oh, joh. Maar Marianne, je kunt het nauwelijks zien. Dus die dia's die gaan gewoon door. Dat gaat ook best maar snel. Ja. Dus kijk maar niet. Ga me gewoon lekker vertellen. Nee. Ja. En wat ik vond het gesprek net met kunstenaars echt ongelooflijk inspirerend. En ook alles wat erin, wat er langsgekomen is, zit er ook in. Ik moest erg lachen, want ik hoorde jou zeggen... theater was voor mij een goed bewaard geheim. Er is één politicus die dat ook altijd zei. Dat was Rick van der Ploeg. En die heeft behalve wat stoute dingen... toch ook heel veel geld destijds geïnvesteerd in de sector. Maar hij heeft ook iets gedaan waar ik echt laatst pas echt goed over nagedacht heb. Hij heeft gezegd, kunst krijgt pas betekenis in relatie tot het publiek. En
Ik kan me nog herinneren dat destijds ook bestuurslid Jack van Duin-Brunel daar ongelooflijk kwaad over werd. En ik las ook de lezing terug van Robert Dijkgraaf, die hij gehouden heeft in 2015 voor het Paradiso-debat. En toen zei hij, ja, hij maakte heel erg sterk de vergelijking tussen kunst en wetenschap. En hij zei ook van ja, kunst is eigenlijk net als wetenschap het beste middel tegen blikvernauwing. En nou, daar hebben we Rick. Ja. Zonder neus. Ja. Want daar zijn enorme acties ook gevoerd destijds tegen zijn beleid. Ik zie je de hele tijd naar boven kijken, maar misschien moet je dat niet doen. Want dan word je zo afgeleid. Ja. Ja. Maar die scherpe reactie daarop kwam inderdaad echt ervoor uit een soort van vernauwing van de beleidsuitgangspunten. Maar mag ik je vragen, Marjan? Je zei, alles stond er al in. En ondertussen schets je ook eigenlijk zo een beetje hingstap, sprongenbeeld van toch steeds weer een veranderende blik op die kunsten. En op de legitimatie daarvoor. Ja. Wat stond er al in 1992, oprichting? Wat er al in stond was, en daar sluit het verhaal van Marleen ook heel goed bij aan, en ook het verhaal van Lisbeth. Het idee van cultuurbeleid kabinetsbeleid zou moeten zijn. Dat het veel breder zou moeten worden bekeken. Dat het in principe een maatschappelijk onderwerp is wat alle beleidsterreinen bestrijkt. Dat stond er echt al heel erg duidelijk in. En ook het belang van... We hebben in het begin, toen we net ontstonden, de BKR werd afgeschaft. Die was al afgeschaft. Het was in de tijden van grote bezuinigingen en werkloosheid, hoog werkloosheid. Ja, Hedy Dancona die introduceerde ook eigenlijk dat hefboom-effect van het inverdienvermogen in de sector. Ja. Tot die tijd was het voor kunstenaars bijvoorbeeld mogelijk om, volgens dat heette het Haarlems model, met behoud van uitkering kunst te maken. En dan hadden ze volgens mij ook nog recht op een onkostenvergoeding. En ze hoefden niet te solliciteren. Nou, dat werd allemaal afgeschaft. En toen hebben wij uiteindelijk samen met de Federatie Kunstenaarsverenigingen die WWIC opgezet. Ja. Die heeft jarenlang goed gefunctioneerd. Die is in 2011 vervolgens de prullenbak ingegaan. En daarmee is eigenlijk, zeg maar, de basis van kunstenaarsverenigingen volledig verdwenen. Laat dat even tot je doordringen, hè? Ja. De basis van kunstenaarsvoorzieningen volledig verdwenen. Dus dat idee van je komt van de academie af, je hebt tijd nodig om een beroepspraktijk op te bouwen, om inderdaad die vrije ruimte te benutten, om uit te zoeken waar je voorstelling over wil maken, onderzoek te doen. Die is dus toen helemaal verdwenen. En het eerste gesprek wat ik met Lisbeth had over van we willen eigenlijk samen iets doen. En ik zou het leuk vinden om een symposium te organiseren over de positie van kunstenaars. Zijn we ook begonnen over dat basisloon. Ja, basisinkomen. Basisinkomen. Loon, ja. Dus, basisinfrastructuur voor iedereen. Volgens mij moeten we die term ook maar afschaffen. Maar dat is een discussie waar ik het nu niet over zal hebben. Maar ik vind dus inderdaad dat echt serieus weer op een goede manier op de agenda moet staan. Want wat ik ook nu zie, we hebben nu de hele discussie over fair practice. En die is inderdaad wat mij betreft veel te veel versmalt naar fair pay. Want het is in principe een discussie die gaat echt over waarde. Maar daardoor, doordat fair pay eigenlijk nu zo dominant is in het verhaal, krijg je ook de situatie dat kunstenaars tegenover instituties worden geplaatst. En dat vind ik een hele slechte ontwikkeling. Ja. Een van de dingen die Robert Dijkgraaf ook gezegd heeft tijdens die Paradiso-lezing is, waarom is de kunstensector zo zwak? Hij vergeleek de kunstensector met een bananenrepubliek met grote instellingen en ongelooflijke inkomensverschillen. Mm-hmm. Hij zei, ja, de wetenschap, en we zitten hier overigens in het gebouw waar kunst en wetenschap door Willem I eigenlijk samen in één
institutie allebei werden ondersteund. Mm-hmm. En kunstenaars zijn er daarna uitgeflikkerd, maar dat is een ander verhaal. En gelukkig nu weer terug. Maar die zei heel duidelijk van die wetenschap die heeft veel stevigere instituties. En die zijn veel beter in staat om de wispelturigheid van de tijdgeest te doorstaan. Mm-hmm. En daardoor ook minder kwetsbaar voor al die nieuwe ideeën die opkomen. Of partijen die dan vinden dat helemaal maar moet worden afgeschaft. Zoals destijds gebeurd is. Ja. En, nou, dus daarom denk ik dat het ook ongelooflijk belangrijk is om ook die instituties te versterken. En intern, denk ik, vecht elkaar alsjeblieft de tent uit als je vindt dat het daar niet goed gaat. Zorg dat de nieuwe generaties aan bod komen en zich invechten in die hele situatie. En zorg dat kunstenaars ook daarbinnen altijd een goede plek hebben. Ja, mooi Marianne. Je hebt eigenlijk al in dit exposé een heleboel dingen belicht en deelvragen beantwoord. Dat het verhaal van Marleen over de 10% voor het transitiebudget. Dus zie je daar ook een mogelijkheid voor om... Ja, ik vind dat we daar hartstikke voor moeten gaan. Ja, en waarom? Omdat precies wat ik zeg. Het belang van die sector beperkt zich niet alleen tot cultuurbeleid. Het is veel breder. En wat mij altijd ontzettend heeft gestoord in de afgelopen jaren, dat is dat alles wat we bedacht hadden, of het nou over cultuureducatie ging, of dat het nou over onderzoek gaat. Dat fonds waar Lisbeth vanuit de academie een advies over heeft gestuurd aan de minister Dijkgraaf, wordt weer naar staatssecretaris Oesloe gestuurd. En tot op heden is eigenlijk de consequentie van dit soort initiatieven geweest dat het van het cultuurbudget afging. Ja. Ja, Marianne, ik kan me voorstellen als je 30 jaar meeloopt, dat er toch ook altijd wel dingen zijn. Want je begon al, het stond er toen eigenlijk allemaal in. Dat je denkt van dingen die niet gelukt zijn of dingen die patronen die je herkent en je blijft maar proberen, het gaat steeds maar meer mis. Is dat de boodschap waarmee wij vandaag de zaal moeten verlaten? Of heb je ook wel hoop voor de sector of zie je iets veranderen? Denk je, nou, misschien is er nu meer momentum? Want ik geloof in het afscheidsinterview in de NRC zei je dat jouw missie was om kunst te laten doordringen bij de politiek. Wanneer denk je, nou, kun je misschien een voorbeeld uit het verleden noemen van iets waarvan je dacht, ja, toen is dat echt heel goed gelukt. En ons uitleggen waarom dat toen gelukt is en wat er dan nu zou moeten gebeuren. Oei, nou, dat is wel een ingewikkelde vraag. Nou ja, het eerste wat eigenlijk gelukt is, dat is die WWIC geweest. Of dat heette toen nog WIC. Dat is eigenlijk het allereerste. En waarom is dat toen gelukt? Ik weet het niet. Omdat we gewoon heel... Wat wel echt een verschil was met nu, was dat we eigenlijk best wel heel zelfbewust en zelfverzekerd... Frans en Martijn stapten op de fiets en die gingen inbreken in een, weet ik veel, een debat ergens. En zetten Hedy Dancona voor het blok. En... Dus er was wel een soort besef van, wij zijn. Hou maar rekening mee. Want dat is 1992, toen is Kunst 92 opgericht. Ja. Naar aanleiding van de bezuinigingen die door Dancona waren afgekondigd. Ja. En uiteindelijk zijn die ongedaan gemaakt, die bezuinigingen. Toch? Of niet? Ik geloof niet helemaal, maar er zijn toen wel... Het ging over drie opnieuw die opgegeven worden. En uiteindelijk is het er maar één geworden. Maar één, zegt ze dan. En de eigen inkomstennorm die gesteld werd, die is naar beneden bijgesteld. Ja, maar dat is wat ik bedoel. Want Kunst 92 is ook begonnen als activistisch clubje. Ja. Is het dan, voeren we te weinig actie of te veel actie? Niet een goede actie? Of juist wel? Nou, hoe zie je dat? Ja, alles heeft zijn eigen tijd, denk ik. Je kunt het moet bij de tijd passen ook of je dat wel of niet kunt doen. Ja. En dus dat is niet meer aan mij om daar nou iets over te zeggen. Ik denk dat we de afgelopen periode, in die hele coronacrisis,
was dat gewoon, hebben we enorm de samenwerking gezocht, ook met politici. En tegelijkertijd hebben we ook dingen doorgedrukt natuurlijk. Maar we hebben echt vanuit de samenwerking hebben heel erg veel kunnen bereiken. En dan bedoel je ook die taskforce, hè? Ja. Misschien kun je dat nog één keer uitleggen voor de mensen die niet precies weten. We hebben vanaf het moment dat die coronacrisis ontstond, hebben eigenlijk alle partijen, samen 119 belangenorganisaties, bij elkaar gehaald. Jan Zoet en ik en Marijke van Hees was daar ook nog bij betrokken van de Raad voor Cultuur. En daarmee hebben we een soort van overleg georganiseerd, wat ook kon omdat we in één keer Zoom ontdekten. En daarmee hebben we voortdurend vanuit één punt, zeg maar. Hè, want er werd altijd gezegd, we zijn zo ontzettend versnipperd. Dat klopt, want er zijn ongelooflijk veel verschillende kunstenaarsorganisaties en allerlei brancheorganisaties. Hebben we geprobeerd het allemaal samen te pakken en één spreekbuis te zijn naar de overheid. En goed onderzoek gedaan, waardoor we gewoon goed rendement hebben gehad. Ja. Wat ook weer niet helemaal het geval was, want de overheid hield de subsidiesystemen aan die er waren, waardoor juist dan ook weer loslopende ZZP'ers die in grote getalen... Loslopende ZZP'ers. In grote getalen aanwezig zijn in de kunstensector. Toch een probleem hebben gehad. Het is eigenlijk wel jammer dat je weggaat. Er is nog zoveel te doen, hè? Maar zijn er vragen uit de zaal aan Marianne? Ja, Kika. Over dat basisinkomen voor kunstenaars. Ja, ik ben heel benieuwd, want allereerst vind ik het sowieso superleuk om hier te zijn. Ik leer heel erg veel, wij leren heel erg veel. Thijs kan niet zo goed Nederlands, maar hij begrijpt al heel veel. Het is super interessant, dus dank jullie wel. Ik was benieuwd, want ik denk dat namelijk met dat basisinkomen, wat ik heel erg mis als kunstenaar, is de durf om te experimenteren. Ik merk dat ik dat zie ik heel erg om me heen. In het recht op risico. Ja, dat is heel resultaatgericht. En ook als je subsidie aanvraagt, wordt er veel van je gevraagd. Je moet als kleine mini-stichting natuurlijk divers inclusief zijn en geografische spreiding, noem het allemaal maar op. Dus dat de durf om te experimenteren is moeilijk om daarvoor te gaan, vind ik dus. En ik denk dat dat met het basisinkomen wel eens terug zou kunnen komen. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat zou werken. En ik weet dat in Frankrijk, in de muzikanten scene, daar is een soort van basisinkomen. En de voorwaarde daarvoor is dat je 100 concerten per jaar speelt die je kan opgeven. En de consequentie daarvan is dat het als niet-Franse muzikus heel moeilijk is om de Franse scene te betreden. Want daardoor wordt het echt een bubbel. En komen zij anders zelf niet aan die 100 concerten. Dus dat leidde eigenlijk bij mij tot de vraag van wat zouden dan voorwaarden zijn voor zo'n basisinkomen om daaraan te voldoen. En dat is niet per se dat nu 1, 2, 3 moet opnoemen. Maar ik ben gewoon benieuwd van hoe zou dat dan kunnen werken. Het denkproces is bij jou al begonnen. Hoe kun je het doen, Marianne? Volgens mij moet je maar een werkgroepje samenstellen en daar aan de slag gaan. Dat lijkt me eigenlijk het beste. Ja, Kika, je zit naast de opvolger Marianne. Dus, je kunt je meteen aanmelden. Daar. Voor mensen thuis, even de microfoon erbij, Misschien goed voor denken, we hebben al een basisinkomen in Nederland. En dat geldt vanaf ongeveer 67 jaar. Dus hoef alleen iets aan de leeftijdsnorm te doen. Nou, dat vind ik nou zielig. Ja. Als iedereen op zijn 25ste al met pensioen gaat, dat vind ik sneu. Kijk nou, Marianne. Oh. Hallo, kijk. Oh. Nou. Die zijn van mij. Wat heerlijk. Laat ze er maar lekker bij. Marianne, we gaan deze stoel zitten. Ja, kom maar. Hier is ook nog een stoel. Kom maar zitten. Zo. We hebben nog Lucas zit er ook bij. Dit is een goede cue, dit. Hè? Dus we gaan naar de laatste vraag, Marianne. En dat is toch, want je hebt 30 jaar ontzettend veel gedaan voor de sector. Maar wij moeten nog 30 jaar vooruit. Naar 2053. Ik hoop dat ik ook nog 30 jaar vooruit mag, hoor. Overigens. Ja. Maar wat wens je de zaal toe? Wat wens je ons toe? Ik ben Isaac. En dit is Lucas en dat is Oscar. Ja. Oh. En Victor is daar. En Sophie is daar. En dat zijn de zonen van mijn oma.
Oh, wat heerlijk. Oké. Okay. Klein is ja. Hey, wat wens ik de sector toe? Ja. Volharding. Volharding. Gewoon, ik ga er niet van uit dat het allemaal helemaal vreselijk veel makkelijker gaat worden. Ja. Maar misschien, ik denk wel dat er echt een kentering gaande is. En dan kijk ik nog even naar Marleen ook. Ik zie wel dat we in een ander tijdframe terecht aan het komen zijn. Die hele markt, dat hele marktdenken en het ongelooflijke rendementdenken. Ja. Ik weet niet of jullie ook dat interview van gisteren met die beeldend kunstenaar in de NRC zijn naam, misschien even binnen Marnix, niet binnen dus, die een tentoonstelling had gemaakt. Een heleboel mensen had uitgenodigd daarvoor in een expositie in een galerie. En zelf ergens lekker was gaan eten. En er was helemaal niets te zien in die tentoonstelling. Helemaal niks. Nou, dat is een teken van volharding. Ja, en dat was zijn bijdrage aan de discussie van deze tijd. En ik vond het eigenlijk zo geweldig dat iemand dat aandurft überhaupt om zoiets te doen. Ja. Dus iedereen boos natuurlijk, maar ook getriggerd. Ja. Dus, ja. Dat wens ik je. Ja. Dankjewel, Marianne. Dus ruimte, recht op risico en volharding. Ik zou zeggen, ga lekker zitten. Probeer de jongens ook ergens nog te verstoppen. En dan moet iedereen nog even heel stil zijn voor de allerlaatste stukje. Ga maar lekker zitten. Ga je met Alma mee? Ja, ik ga dus nog wat zeggen, maar het is eigenlijk totaal niet kindvriendelijk wat ik ga zeggen. Het is niet kindvriendelijk. En ik hoop, we lopen een beetje uit, maar dit duurt 10 minuutjes. Dus ik hoop dat jullie nog even erbij blijven. En Oké, ik ga het gewoon doen. Ik weet niet of het klopt, maar... Nou, aan mij de eer dus om dit symposium af te sluiten... En een soort laatste hoopvolle woorden uit te spreken. Dat is toch een beetje de geheime opdracht van het laatste woord. Hè? De moderator kijkt dan een soort samenzweerderig de zaal in en vraagt... is er nog iemand die iets wil zeggen? Mm-hmm. En dan weet je dat je niet zomaar iets kan roepen... maar met iets heel goeds moet komen. Iets diepzinnigs of filosofisch. En nou goed, dat wilde ik dus heel graag doen. Ook natuurlijk een beetje voor Marianne... Omdat ik publiekelijk even wilde zeggen hoeveel Marianne voor mij betekend heeft. Zij is iemand die zonder dat ze het misschien zelf weet... mij heel veel vertrouwen heeft gegeven de afgelopen jaren. Vertrouwen in het feit dat er iemand rondliep... bij al die besprekingen, ministeries in Den Haag, bij fondsen... die altijd het onderste uit de kan haalde voor kunstenaars... Want soms schiet ik wel eens in een stuiptrekking als ik dan iets lees... of een rapport of een persbericht. Dan denk ik, oh nee, moet ik me daar ook nog mee bemoeien? Maar dan dacht ik onder andere ook aan Marianne. Dan werd ik rustig. En dan dacht ik, zei ik dan tegen mezelf... ga nou maar gewoon rustig schrijven of repeteren. Dat komt wel goed, Marianne zit erop. Dus ik dacht, yes. Dat laatste woord van dit symposium, laat dat maar mij over. I'm on it. Maar ik merkte al snel dat het niet helemaal lukte. Of in ieder geval lukte het me niet om iets poëtisch of hoopvols of ontroerends op papier te krijgen. Maar nu wordt het een beetje kindonvriendelijk, denk ik. Nou, ik weet niet. En toen ik deze week bij onze relatietherapeut zat, kwam ik erachter waarom. Het zit zo, mijn vriend en ik zitten midden in een verbouwing. En een verhuizing. En we slapen niet echt vanwege kleine kinderen. We werken allebei iets te hard. Waardoor er weinig tijd overblijft voor onze relatie. En volgens de therapeut is het goed om daar zoveel mogelijk over te praten. Ja, ik weet niet of ze bedoelde dat je dat dan ook vanaf het podium doet. Maar goed, oké. Ik zat daar dus... En ik moest denken aan het feit dat mijn huwelijkscrisis eigenlijk ook een beetje begon met een soort inspirerende speech. Of eigenlijk was het een liefdesbrief, wat toch ook een soort mini-speech is, die bij mijn vriend totaal verkeerd viel. Zijn exacte woorden waren: optieven met je briefjes. Hij zei:
Je gedraagt je als een afwezige echtgenoot. En vervolgens schrijf je zulke mooie liefdesbrieven, waardoor ik vooral een relatie heb met jouw brieven. En het erge, zei hij, jij zelf ook. Jij bent verliefd op je eigen liefdesbrieven. Ik ben bang dat daar een kern van waarheid in zit. Door die brieven heb ik heel lang kunnen denken dat ik een goede partner was. En heb ik mijn onredelijkheid, de monomanie die ik heb in mijn werk en het feit dat ik er zo vaak niet ben, een beetje kunnen wegmoffelen. Het is een beetje hetzelfde als met het flexitariër-syndroom. Ik weet niet of iedereen dat kent. Steeds meer mensen in Nederland noemen zichzelf flexitariër, terwijl de vleesconsumptie alleen maar stijgt. Ik snap het ook wel, door jezelf flexitariër te noemen, lijkt het alsof je goed bezig bent, terwijl de meeste mensen in de praktijk helemaal niet zo heel veel minder vlees eten. Ja, volgens mij denken wij trouwens allemaal dat we best wel goed bezig zijn. Ja, omdat we de documentaires hebben gezien, Seaspiracy, Before the Flood, de boeken hebben gelezen, de maatschappelijk geëngageerde voorstellingen en kunstwerken hebben bezocht, omdat we hier zitten bij dit soort symposia, omdat we onze zorgen uiten in kringgesprekken op verjaardagen over het klimaat, terwijl we ons eigenlijk gedragen als de meest rabiate klimaatontkenners. Ja, ik denk niet dat onze toekomstige kleinkinderen of hun kinderen een onderscheid zullen maken tussen ons en de mensen die de klimaatcrisis ontkennen. Wij ontkennen die crisis ook door de manier waarop we leven. Ik geloof dat het een jaar geleden was, vorig jaar zomer, op een snikhete dag, tijdens een bijeenkomst met allemaal slimme mensen die nadachten over toekomstscenario's en klimaatrechtvaardigheid, dat er bij mij iets knapte. Ik kreeg een melding binnen op mijn telefoon dat de hoogste temperatuur ooit in Europa op Europees grondgebied gemeten was. En ik keek zo de zaal rond, de tafels, en ik zag ons zo zitten. 50 jaar na de publicatie van het rapport van de Club van Rome. Een kring van mensen, betrokken burgers, ambtenaren, duurzaamheidsexperts, met onze ongeruste gezichten en mooie woorden. En ik dacht alleen maar, laat dit stoppen. Alsjeblieft, laat dit stoppen. Het is 52 graden in Irak. Canada staat in brand. Overal ter wereld vallen vogels te pletter door de hitte. In India hebben afgelopen jaar 100.000 boeren zelfmoord gepleegd, omdat ze door droogte, hitte en overstromingen geen andere uitweg meer zagen. En de gletsjers in Europa smelden in moordentempo. En het voorpagina nieuws is dat wij straks niet meer kunnen skiën. Alsof dat de ramp zou zijn. Terwijl wij onze dampkring gebruiken als een soort open riool, zitten we maar aan die tafels. Waar we nog maar eens tot dezelfde conclusies komen. Dat er te veel wordt uitgestoten en te weinig zorg gedragen voor onze omgeving. Nou, vervolgens oppert er iemand dat het misschien toch dat er een productietax moet komen. Dat we wat minder moeten produceren of iets met een rantsoen. Dan toch eindelijk die vleestax. En dan zegt iemand, nee, dat kan echt niet. Dat is een grove inperking van onze vrijheid. En voor je het weet gaat het over de gulag. En ziet iedereen beelden voor zich van uitgemergelde Russen in strafkampen in Siberië. En dat wil natuurlijk niemand. Sterven in Siberië zonder buffet. En dan is het einde discussie. Al 50 jaar draaien we in dezelfde cirkeltjes. En praten we over klimaatdoelstellingen, klimaatneutraal produceren, zitten we in groepjes bij elkaar te brainstormen over effectief klimaatbeleid en groene consumptie. Terwijl we dat 50 jaar geleden al wisten. In 1972 was de Club van Rome notabene gesponsord en bij elkaar gebracht door Volkswagen. Luid en duidelijk, groene consumptie bestaat niet. We kunnen ons geen weg uit de klimaatcrisis consumeren. Maar er knapte iets toen ik las wat er op die flip over in dat zaaltje stond. Wat wij nodig hebben is een inspirerend verhaal over hoe we uit deze crisis komen en deze crisis ook kansen biedt. Moest ik denken aan mijn vriend. Ja, optieven met je briefjes. En ik wilde zeggen, optieven met je flip over, optieven met je inspirerende quotes, je bijeenkomsten, optieven met je ongeruste gezicht hier in de kring.
Op de eilanden in de Stille Oceaan hebben ze geen inspirerend verhaal nodig, maar een absolute stop op de uitstoot van broeikasgassen. Anders gaan we heel veel verliezen. Sterker nog, we zijn al heel veel aan het verliezen. De Noordzee bijvoorbeeld, die zijn we ook aan het verliezen. We gaan namelijk de hele Noordzee volzetten met windmolens. Dat gaat hoogstwaarschijnlijk ten koste van populaties zeevogels en ecosystemen in zee. Ik zeg niet dat we het niet moeten doen, hè. Sterker nog, ik ben voor windmolens. Laat dat duidelijk zijn. Maar wat me zo treurig maakt aan de staat van de huidige politiek, is dat niemand bereid is te zeggen dat zo'n windmolenpark een prijs heeft. Die zeevogels, die komen namelijk nooit meer terug. Ja, hebben we die pijlstormvogel wel nodig? Vraagt iemand dan. Ja. Hebben we de pijlstormvogel nodig? Misschien kunnen we hem te gelden maken. He, als we hem nou een rugzakje omdoen, zodat hij een beetje mee kan helpen met het transport van onze spulletjes. En spulletjes waarover we nooit, maar dan ook nooit zullen zeggen, hebben we dat eigenlijk wel nodig? 14 paar laarzen. Dus geen inspirerende speech voor mij. Mijn speech zou alleen maar verhullend zijn. Ik zou met mooie woorden gaan strooien en doen wat ik ook met die liefdesbriefjes doe. En wij zouden er langzaam in gaan geloven dat het allemaal de goede kant op gaat. Terwijl de echte werkelijkheid kleiner en kleiner en kleiner aan het worden is. Er bekruipt me steeds vaker het gevoel dat de kunst- en cultuursector eigenlijk een soort orkestje op de Titanic aan het worden is. En dat is een hele moeilijke conclusie voor mij. Omdat ik er altijd stellig van overtuigd ben geweest dat je als kunstenaar een rol van belang speelt in de klimaatcrisis. Net zo goed als de beta-wetenschapper. Omdat de klimaatcrisis, zoals Amitav Ghosh en Arundhati Roy al vaker gezegd hebben, een culturele, spirituele verbeeldingscrisis is. Omdat we het ons niet kunnen voorstellen, komen we niet massaal in actie. Maar de vraag is echter of we wel de juiste vertelvormen en structuren kennen om die klimaatcrisis echt te verbeelden. De klimaatcrisis is namelijk niet het type drama dat we herkennen als drama. Het is niet een boot die zinkt of een bloederige veldslag. Het is haast onzichtbaar en voltrekt zich heel langzaam. Het is niet zo dat met elke tiende graad dat de aarde opwarmt, de gevolgen correlatief toenemen. In plaats daarvan hebben we te maken met ecosystemen die redelijk stabiel zijn en zichzelf kunnen herstellen tot er een bepaalde grens is bereikt. En als die grens is bereikt, dan gaat het gierend uit de hand lopen in één keer. Dan hebben we er geen controle meer over. En die apocalyptische eindfase zie ik nu vaak terug in kunstwerken, films, voorstellingen. Zoals de film Don't Look Up bijvoorbeeld. Die eindigt met de totale vernietiging van de aarde. En iedereen die sterft. Maar zeggen we daarmee niet in feite dat we het eigenlijk al hebben opgegeven? En volgens mij moeten we niet bang zijn om veel explicieter te onderzoeken wat voor fossiele frames en stereotypes we in ons werk in stand houden en reproduceren. Waarom zitten er nog zoveel fossiele verwijzingen in kunstwerken? Waarom maken we geen kunstwerken of verhalen waarin we werelden scheppen waar het aantrekkelijk is om morele moed te tonen, om tegen de stroom in te gaan? Want de waarheid is dat verhalen de auto zo hebben geromantiseerd en daar een gevoel van vrijheid aan gekoppeld hebben, dat het onvoorstelbaar is geworden dat we zouden kunnen leven in een wereld zonder auto. En de waarheid is ook dat er vrijwel geen enkele minachting aan de dag wordt gelegd in verhalen voor bezit, waardoor onze oceanen, onze bossen, onze regenwouden als een soort supermarkten zijn gaan functioneren. En als er al minachting voor bezit aan de dag wordt gelegd en er eindelijk een hoofdpersonage te volgen is die er niks om geeft, dan is het altijd iemand die zich terugtrekt uit de wereld en dan is onafhankelijkheid de winnende uitkomst. Als een soort Into the Wild-achtig fenomeen, hè, waar een jonge man in zijn eentje bezittingsloos de natuur ingaat, aangemoedigd door Eddie Vedder op de speakers. Een jongen die doodgaat aan zijn eigen onafhankelijkheid en in navolging van hem, omdat het er in die film zo goed uitzag, nog heel veel anderen.
Het punt is, we weten allemaal al lang wat we moeten doen. Alle plannen, doorberekeningen, die zijn er al. Er bestaan kasten vol beleidsnota's en plannen over hoe we onze stallen, onze steden, onze wateren kunnen verbeteren. Wat we nodig hebben zijn dus niet nog meer toekomstscenario's of vergezichten, maar fundamentele morele moed om nu radicaal in te grijpen. Zodat die vergezichten over 10, 20, 30 jaar echt worden. Zodat onze toekomstige kleinkinderen ons straks niet gaan vragen waarom we zo weinig deden terwijl alle cijfers op tafel lagen. In plaats daarvan moeten ze straks tegen ons zeggen: oma, vertel nog eens over hoe steden er vroeger uitzagen. Of over hoe noemden jullie die dingen ook alweer? Die stalen karretjes waar jullie in zaten. En die overal stonden op stoepen en wegen en iedere dag mensen doodreden. En wij zullen daarover vertellen. En zij zullen lachen en zeggen: wat raar. En wij zullen ook lachen. Nee. En terugdenken aan deze tijd. Dus laten we het gewoon doen. Laten we onze beste teksten schrijven. Onze mooiste kostuums aantrekken. Onze meest getalenteerde acteurs uitnodigen. Laten we personages creëren die morele moed tonen. En laten we hopen dat die personages uiteindelijk echt worden. Dat die voor overvolle zalen gaan spelen en spreken. En die overvolle zalen met hun buren gaan spreken. En die buren met hun buren. Laten we hopen dat die woorden en die personages, die ficties, gaan leiden tot daden. En die daden tot liefde. En die liefde tot waarde. En die waarde tot een nieuwe werkelijkheid. Dank jullie wel. Dankjewel, Anouk. Wat fijn om met kunst te eindigen, wat fijn om met kunst te beginnen. Dat was het laatste woord van het symposium. Dankjewel ook Meta. Maar Marianne, ook al lopen we uit, gigantisch uit, we gaan niet weg totdat we jou ook hebben toegesproken. We gaan naar die borrel, maar we gaan ook eerst ons even richten tot jou. Dus, lieve Marianne, aan mij nu de eer om als co-voorzitter van Kunsten 92 jou aan het einde van deze volle middag toe te spreken. Want hoezeer we het ook over de inhoud wilden hebben vandaag, over het kiezen voor kunstenaars, over dat wat we echt belangrijk vinden, vandaag is ook jouw afscheid van Kunsten 92. Jan Zoet, onze voorganger als voorzitter, sprak ik gisteren. En die zei: doe het vooral vanuit je hart, in het hier en nu. Dus dat ga ik doen. Volgens mij kan jij dat nog beter dan ik. Maar ik ga een poging doen. We hebben het vaak over deze dag gehad, de afgelopen maanden. Altijd voerden onze gesprekken naar discussies en gedachtenwisselingen over het inhoudelijk pleidooi dat gehouden moest worden. Jij vermeed wellicht dat het over een afscheid ging, en ik wellicht ook. Want er is nog zoveel te doen. Maar de inhoud is net geweest. En nu gaat het echt over jou. Dat is bijzonder, want als ik aan jou en aan Kunsten 92 denk, dan is het precies dit. De inhoud staat altijd voorop en jij daarachter. Als een kracht, vaak dienstbaar achter de schermen, stuur je, agendeer je, maak je al meer dan 30 jaar mede de inhoudelijke agenda voor onze cultuursector. Ik heb er vaak over nagedacht de afgelopen maanden, over die 30 jaar. Over alles wat je daarin hebt gedaan. De omvangrijkheid overviel me soms. Bij het schrijven van dit verhaal viel ik dan ook even stil. Hoe dit te vatten. Dus ik begin daarom met dit filmpje. Omdat ik, stem vanuit de sector, niet de enige ben die zich tot je wilde richten. Ook de politiek wilde je toespreken. Hey Marianne. 3 decennia lang heb jij je ingezet voor de kunst- en cultuursector. Heb je gekeken wat er goed ging en wat er beter kon. Niet alleen voor een bepaald deel van de sector, nee, jij keek juist naar het geheel. Volgens mij typeert dat jou zo ook. Je drang om te verbinden,
om mensen bij elkaar te brengen, om gezamenlijk op te komen voor de belangen van de gehele culturele en creatieve sector. Om een eenduidige stem te laten horen, zodat je met elkaar dingen voor elkaar krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarktagenda, de Fair Practice Code en de taskforce die is opgericht in het begin van de coronatijd. Marianne, ik wil je heel erg bedanken voor al je harde werk. Door jouw tomeloze liefde is de kunst- en cultuursector verder gaan bloeien. Geniet van vandaag. Een diepe buiging van staatssecretaris Oesloe. Als ik het goed heb nageteld, de 11e bewindspersoon, de 11e staatssecretaris of minister die jij hebt meegemaakt als algemeen secretaris van Kunsten 92. 11 kabinetten, 11 coalitieakkoorden en dan hebben we het alleen nog over het Rijk. In die tijd telde ik 8 voorzitters van Kunsten 92. Maar tijdens al deze politieke bewegingen, ontwikkelingen in het kunstenveld, gebeurtenissen in de wereld, was er één iemand de constante. Eén iemand die vrijwel vanaf het begin van Kunsten 92 verantwoordelijk was voor de onzichtbare sturing en regie. Dat was jij. Ik ontmoette jou in 2015, toen Jan Zoet me zei dat hij voorzitter zou worden van Kunsten 92, maar dat zijn voorwaarde wel was dat het bestuur zou verjongen. En of ik dus, samen met Naomi Felisario, als bestuurslid toe wilde treden. Ik kende jou vanuit de verte. Iemand die bij initiatieven die we als jonge makers organiseerden, onder andere samen met Anouk, altijd geïnteresseerd was, contact zocht en aanmoedigde. Maar Kunsten 92 kende ik nog niet zo goed. Ik wist niet of ik het moest doen, maar links en rechts zeiden ze me dat het een belangrijke plek was. Ik had een kennismakingsgesprek met jou en ik werd verkozen op de ALV. Een paar maanden later vroeg je of ik als bestuurslid meeging naar een nieuwe cultuurwoordvoerder van het CDA. Jij zou daar op gesprek gaan en zij hadden de jonge generatie hoog in het vaandel, dus wellicht kon dat een ingang zijn. Ik ging vol vertrouwen mee. Ik kende de politiek, dacht ik. En over het belang van kunst en cultuur praten en pleiten voor de noodzakelijke verandering, dat leek me eenvoudig. Het leek me heel helder wat er nodig was. Maar het hele gesprek voltrok zich in een andere taal. Een compleet andere taal dan ik sprak. Een andere taal dan ik tot dan toe in mijn politieke omgeving had gehoord. Wij zaten naast elkaar. Aan de andere kant van die tafel zat de politiek. wij probeerden in te tunen waar mogelijk, bij te sturen waar mogelijk. Ik was vervreemd, maar volgde jou. En op een gegeven moment zei ze, laat me heel duidelijk zijn. Wij kiezen radicaal voor de regio. En als dat betekent dat we een gezelschap moeten slachten, dan is het die in de hoofdstad en niet die in Limburg. De Nederlandse ja. Het was een omgekeerde cultuurschok, dat bezoek. Cultuurwoordvoerders die in een geheel uitgekleed bestel het over slachten van gezelschappen bleven hebben, die op geen enkele wijze overwogen om te investeren, absoluut niet bereid waren om met middelen te erkennen wat het waard was, maar bleven inzetten op inleveren van kroonjuwelen en nergens overwogen kunstenaars eerlijk te gaan betalen. We waren allebei in shock. Jij was verontwaardigd, ik was verontwaardigd. Ik vroeg me af of het altijd zo ging. Jij wist dat het niet altijd zo was gegaan. Maar tegelijkertijd dat dit niet zo op zichzelf stond. We stapten terug op de trein en dat was het begin van een gezamenlijke reis. Een reis die jij al veel langer aflegde, maar waar ik vanaf dat moment in meestapte. Vanaf toen zag ik steeds meer die kracht waar men het over had. Hoe jij navigeert in het politieke veld. Er nooit uit het veld geslagen bent, maar altijd nieuwe wegen zoekt en vindt. Hoe verontwaardiging leidt tot opnieuw richting geven. Hoe je elk geluid hoort, meeneemt en strategie bepaalt, vormgeeft. Ik zag de kracht van Kunsten 92, jouw kracht. Dat onzichtbare werd voor mij toen zichtbaar. Ik vond met jou, met Kunsten 92, een weg in die vervreemde wereld. Er was hoop aan de tafels. Ik zag hoe met jou aan het roer van Kunsten 92 beweging en verandering wel mogelijk was. Hoe klein, hoe onzichtbaar ook. Met jou was er een weg. Vonden we wegen, creëerden we wegen. Jij 30 jaar lang. Van arbeidsmarktagenda tot Fair Practice Code tot Taskforce. Voor elke beweging een nieuwe stap en nieuw instrument. Er zijn zoveel momenten, zoveel acties, zoveel initiatieven. Voor en achter de schermen. In kleine en grote settings. Waar jij die cruciale rol in speelde. Zoals we net in een carousel voorbij kwamen. Elk moment staat voor andere momenten. Honderden andere momenten. Zo vaak ook momenten, vroegere dossiers en settings waar ik geen weet van heb. Maar met jou was altijd geborgd dat dat ene moment er zo ongelooflijk toe deed
en tegelijkertijd nooit los zou staan van al die andere momenten. Alles staat bij jou in verbinding met elkaar. Met dat wat hiervoor is en wat hierna gaat komen. De Fair Practice Code kon niet losgezien worden van de WWIC. De vraagstukken over de arbeidsmarkt stonden in verbinding met andere sectoren. Onze urgentie in verbinding met de brede politiek. Met de toekomst van het land, de wereld. En tegelijkertijd verliest dat ene moment, dat ene vraagstuk met jou, nooit de urgentie in het hier en nu. Van jou heb ik nooit gehoord dat het al een keer geprobeerd was. Dus dat het geen zin had. Dat het nu eenmaal al 30 jaar zo is. Dus het zei zo. Het was altijd eerder, dat is al een keer geprobeerd. Dus we proberen het nog een keer. Maar dan nu zo. Met jou is de kennis van het verleden en de ervaring dienstbaar aan een actuele agenda. Dat maakte je bij uitstek tot een uiterst behendige topdiplomaat voor de kunsten, die 30 jaar lang de mechanismes in en rond het bestel ontrafelde, die tot stilstand of achteruitgang leidden. Je cijferde jezelf als het nodig was weg en smeedde desondanks menige coalitie of droeg daar belangeloos aan bij, zolang er maar beweging ontstond en je partners kon vertrouwen. Als het gaat over morele moed, waar Anouk zojuist over sprak, dan geloof ik dat jij dat hebt, dat jij dat bent. Je bent altijd consistent op de waarde geweest. Door de tijd heen, los van de tijd, in contact met de tijd, altijd los van persoonlijk belang, los van eigen naam. Maar overal waar Kunsten 92 staat, zouden we Marianne Versteeg kunnen lezen. Want jij maakte Kunsten 92 tot wat het nu is geworden. De vitale, eigenzinnige vereniging. De vitale, eigenzinnige vereniging die dienstbaar is aan de kunsten en nooit ophoudt. En je zorgde er tegelijkertijd altijd voor dat het nooit een solistische beweging zou zijn. Je deed het met een fantastisch bureau, waarvan niemand ooit doorheeft hoe klein het is, echt klein is. En met telkens weer nieuwe bestuurders die je inspireerden, andere brancheverenigingen die je bleef opzoeken. En altijd zoveel mogelijk in contact met het gehele veld. Je luisterde, belde en appte er wat vanaf, durfde van gedachten te veranderen, je eigen denken aan te scherpen, bevraagd te worden. Maar op die waarde, die missie, bleef je altijd koersvast. Een burgemeester van de sector, zei iemand mij van de week. Denk je dat Kunsten 92 er nog was geweest zonder Marianne? Vroeg iemand anders mij. Ik denk het niet, zei ik. En tegelijkertijd is het zo dat ik dankzij haar geloof dat het ook zonder haar door kan nu. Als je nog niet geridderd was, Marianne, dan deden we dat nu. En als we je nog een keer konden ridderen, dan hadden we dat gedaan. Terwijl we tegelijkertijd dachten dat een inhoudelijk eerbetoon jou het beste zou staan. Doorbouwend op deze middag, op onze gesprekken van de afgelopen maanden, van het zo nodige inhoudelijke pleidooi, hebben Jeroen en ik als co-voorzitter samen met het bestuur de ambitie opgevat om daar een toegewijde plek voor te creëren, zoals ik je vorige week toevertrouwde. Een specifieke plek in jouw naam. Deze middag vraagt een vervolg. Dus dat cadeau komt nog. We zijn niet klaar. Daarnaast konden en kunnen alle aanwezigen als cadeau een bijdrage leveren aan jouw wens om te gaan schrijven over al je ervaringen en lessen uit de afgelopen 30 jaar. En ook dat geschenk komt je toe. En ik kijk er zeer naar uit je te gaan lezen. Bij de algemene ledenvergadering vanochtend hebben we je als erelid benoemd. Dus loslaten doen we je ook niet. Maar we willen je nu namens Kunsten 92 ook iets aanbieden. Iets wat blijft en tegelijkertijd een beweging is. Het is een kunstwerk. Jeroen komt het zo aan het einde brengen. Van een fantastische jonge fotograaf en kunstenaar Elisa Bordeaux. Geboortejaar 1992. Ze maakte tijdens haar residentie in het AZC in Rijswijk een indrukwekkende serie werken, waaronder dit werk. Haar manier van werken voor deze kunstwerken doet mij denken aan jou. Het werk is een antotype. Dat is een afbeelding die is gemaakt met lichtgevoelig materiaal van planten. Het papier wordt ingesmeerd met deze emulsie, in dit geval van het lichtgevoelige kruid kurkuma. En met een fotopositief verschijnt gedurende weken wachten een werk. Het is voor deze tijd een ongebruikelijk trage manier van werken. Wat veel geduld vraagt, maar waar door de tijd heen een werk tevoorschijn komt. Ja. En nadat het werk verschenen is, blijft het in beweging.
ingelijst met museumglas, UV92, dat is echt een toeval. Wordt het proces enorm vertraagd. Maar in contact met alle externe factoren blijft het werk altijd veranderen. Het staat nooit stil. Dat ben jij. Altijd in beweging, altijd in contact en tegelijkertijd vasthoudend. Koersvast. De rode draad in jouw verhaal was al die jaren en is nog steeds, zo getuigen ook dit symposium vandaag. Kunstbeleid is er voor de kunsten. En dat begint met onomwonden, ruimhartig kiezen voor kunstenaars. Intrinsiek. Dat is wat jouw 30 jaar zo indrukwekkend maakt. Niet één van de vele momenten. Niet één van de vele acties. Niet alleen de Fair Practice Code of het pleidooi voor de WWIC. Niet één Prinsjesdag waar er toch geld bij kwam. Niet één van de gesprekken bij één van de 11 bewindspersonen of bij de vele cultuurwoordvoerders. Maar het hele verhaal. Deze rode lijn. Het altijd onvoorwaardelijk kiezen voor kunst. Voor kunstenaars. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze reis hier niet eindigt. Dat we je op die manier blijven tegenkomen. Maar voor nu. Voor de afgelopen 30 jaar. Namens Kunsten 92, namens de sector. Namens ons, namens Jan, namens mij. Dank je wel. Is het? Nou, ik kan het ook gewoon zo zeggen. Hij doet het. Hij doet het. Ontzettend bedankt. En ontzettend bedankt aan iedereen die aan deze middag heeft meegewerkt. Ik vond het echt een fantastisch succes eigenlijk. Ja. Ik heb er ontzettend van genoten. En Lisbeth, wat fantastisch dat we dit hier samen hebben kunnen doen. Verder zou ik zo ongeveer de hele zaal, bijna iedereen, ik ken niet iedereen, maar ik ken wel heel veel mensen willen noemen, omdat ik toch echt ongelooflijk fijn met heel veel mensen heb samengewerkt. Erik met de taskforce, of met de arbeidsmarktagenda. Nou ja, Frans zit daar ook nog, Ad. En dan niet te vergeten, Ad zit er ook nog. Ja. En Ria zit er ook nog. En Sophie zit er. En Els. En mijn vader. En jouw vader. Victor en jouw zoon ook. Ja. Dus ik zou zeggen, op naar de borrel. Ontzettend bedankt allemaal. En ook mijn familie die dit allemaal al die jaren maar heeft verdragen. En met name Frans ook.